Ik ga geen start-upje doen. Ja, start-upje doen met muziek of wat dan ook. Even geen zin in, joh. Ik wil gewoon even streamen. Ik zag dat er helemaal niemand live was. Dus ik zat zo van... Hé. Hey, ga ik wel even live. Is goed. Oh, ik ga het linkje nog even in de Roeveen Discord sturen. In het geval dat mensen dat willen zien. Top. Dit is een beetje een vervolg op wat we toen hebben gedaan. We hebben toen, we hebben pas geleden een streampje aangezet. En toen kwam ik er na een half uur achter dat ik gewoon wat te doen had. Dus toen moest ik hem afsluiten. We gaan gewoon lekker door. We gaan nu even lekker avondje streamen. Ik ben vrij zeker dat ik vanavond niks te doen heb. Dus welkom iedereen. Leuk dat we hier zo zijn op de interwebs met z'n allen. Het is allemaal wat. Hé? Hoe is het met jullie? Met de shit. Hoe is het met de shit? Doe even duimpje trouwens. Nog vier... Oh, we hebben 100 duimpjes. Precies toen ik het zei. Ongelooflijk. Dit is Jan. We zijn nu eventjes als Jan. Misschien later nog als Edward, ik weet het nog niet. Goed om met jou, goed om met jou. Goed, 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 goed. Goed om te horen dat het goed gaat. Wel oké. Okay. Goed hoor, goed hoor. Goed, 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 goed met jou. Ik ben vandaag bij mijn opa en oma slapen. Dat is leuk, jij hier hoor. Super tof. Ik ben nieuw. Like op dit kanaal en abonneer. Nou, doe zeker even een abonneetje. We hoeven er nog maar een stuk of 60. Nog best wel een aantal. Maar ik denk dat we met z'n allen hem gaan pushen naar die 9000 binnenkort. En bij de 10.000 abonnees ga ik... of 12 uur of 24 uur live. Een van die twee, ik weet het nog niet precies. In een pingwing onesie. Dus ja, dat is geweldig. Ik heb heel veel spijt van die belofte. Maar wel leuk. Even kijken. We gaan... zo. Voel je niet verplicht om iets te doen hoor, Annemarit. Maar... ja, ik weet dat ik je kan vertrouwen, dus ik heb je even mod gemaakt. Waar is mijn subcount? Ja, die heb ik er niet bij, joh. Die heb ik er niet bij. 48 uur live, ja, dan steken we er wel echt bovenuit. Ongelooflijk. Dat zou wel leuk zijn. Oh, het was wel groen. Oh, gelukkig. We hebben een vuurwapen, dus dat is een dingetje. We hebben de nightstick. Ja, we hebben best wel veel goede dingetjes. Er zijn 7 agenten momenteel online. En volgens mij doen we niks verkeerd. Oh, we mogen hier trouwens gewoon naar rechts. Dat mag gewoon. En voor de mensen die vroegen hoe gaat het met jou. Met mij gaat het wel stabiel hoor. Ja hoor. Ik probeer er gewoon een beetje... toffe dagen van te maken. Ook al denk ik dat we allemaal het met elkaar eens kunnen zijn dat corona toch wel echt eventjes roet in het eten gooit van iedereen. Ik ben corona in ieder geval helemaal spuugzat. En ik denk dat, dat iedereen het daar wel mee eens is. Maar ja, we moeten nog heel veel door. Ik denk dat het bijna klaar is. Ik hoop dat het bijna klaar is. Oh, ik heb trouwens echt letterlijk volle tank. Nee, ik hoop dat het echt bijna klaar is. Ik merk dat het echt heel... ja, heel veel mensen heel negatief beïnvloedt. Wat ook heel logisch is.
Daarom hoop ik dat deze streams een beetje positiviteit kan spreiden. Ja, Max had het gisteren over 24 uur. 24 uur live. En dat er een mogelijkheid is dat hij mij op komt halen. Dat zal heel grappig zijn. Dan laten we maar komen hoor, is gezellig. Is toch gezellig. Gaan we een beetje toe. Ah. Mijn huis is vlakbij een Mac, dus echt 5 minuten lopen. Dus dat is sowieso wel lekker. Dus ja, dat eigenlijk. Gefeliciteerd Prot met je verjaardag. Ik heb corona zit al 6 weken. 6 weken? Jongens. Sterk dan. We hebben momenteel 330 kijkers. Het is echt, het is ongelooflijk. Leuk dat we hier zo zijn op de interwebs. Hè? Doe even duimpje, doe even abonneren, doe even al die dingetjes. Waar een gemiddelde YouTuber om vraagt. Druk op dat belletje. Die hoeft op zich niet op dat belletje te drukken, daar maakt me niet zoveel uit. Eens even te kijken. Right. Het is nog een beetje. Ik bedoel 70 mensen, dat is wel veel trouwens. Maar ja, het is. Hoe laat is het? 15:15 ongeveer. 8:10. Dus iedereen is nog een beetje online aan het komen. Mijn huis is 5 minuten loop van de Mac, niet van Max. Ik woon in Zuid-Holland. Welke stad woon je? Ja, als ik dat zeg, ik woon niet in een heel grote stad slash dorp. Dus dan, als ik dat zeg, dan kan je denk ik heel makkelijk erachter komen waar ik precies woon, tenminste. Het is hier niet bepaald heel groot, dus ik laat het even horen. Ik woon in ieder geval in de omgeving van Rotterdam. Ik ga even kijken wie er allemaal online zijn. Dan ga ik eventjes... Pool party. Is er een pool party? Jee. Jee. Ik leef. Ik leef. Ik kom uit Nederland. Hoi René, leuk dat je er bent. Bijna doodje hoor, Jezus. Zo, ik verslikte met mijn colaatje. Ja. Even te denken, wat voor outfit ga ik aantrekken? Ik vind deze op zich wel leuk. Dan kunnen we een beetje als een soort badjan een beetje mensen gaan begluren. Zullen we dat doen? Een beetje mensen begluren. Ik moet even deze klaar hebben staan. Zo. Gaan we mensen bespioneren. 400 kijkers, enorm tof dat we hier zo zijn op de interwebs. Ja, leuk. Leuk. Super gezellig. Gezellig. Weet ik altijd die kant op kijk. En ik weet niet waarom. Ik kijk letterlijk dan naar mijn computer, maar ik... ik weet niet. Het is heel apart, ik weet het. Hallo! Jen? Hallo, is dit Mees? Ja, Jen! Ha, die... Hordie.
Hoe gaat ie, Jan? Ja, goed. Heb je nog een drukke dag vandaag? Hoe is met jou? Ja, goed. Goed, mooi, lol. Ja, dus drukke dag, zeker. Heel druk, heel druk. Laat me raden, je hebt ook niks te doen, net zoals ik. Ik heb spraakgebrek. Ik hou iedereen in de gat. Oh. Ik bespeel meer. Nee, ik ben niet Bart-Jan. Dat ben ik niet. Dat is, waarom denkt iedereen dat ik dat ben? Waarom denkt iedereen dat dat mijn geheime identiteit is? Dat is heel duidelijk niet zo. Hey Jan, ik heb een vraag, hè. Ken jij mensen uit... Hoe heet dat nou? Dat was gisteren een man of zo. Die, De Orde van de Blauwe Reus. Nee, dat was een man in rode kleding. Die was op heeft gelicht. Zeg maar. Ja, dat is een oplichter in de stad. Ik weet het niet precies. Ja, dat ben jij niet toevallig. Ik? Nee. Ik kom toch niet uit Ethiopië? Nee, dat is de koning van Ethiopië. Die Bassot. Oh. Ik ben ook door hem opgelicht. 800 euro. Oh. 800 euro heeft van mij gestolen. Ja, hij ging van... Waarom? Zo. Jelle. Weet ik niet. Geef terug. Hij ging van ons 450 euro ging hij een biljoen maken. Oh, dan is dat ook... Oh, jemig. Nou, dan heb jij het verdiend. Ja, bij mij... ik heb 800 euro betaald en de juwelen van mijn overgrootoma. Die is overleden, maar... hij heeft nog niet gereageerd, dus ik denk hij komt nog wel. Oh ja. Ja, dat zou kunnen. Hey, dus ga je vandaag nog wat doen? Wat? Ga je vandaag nog wat doen? Rondrijden, eten, drinken, poepen. En weer eens even tientje? Weet ik niet. Ik weet niet of Lorenzo er is. Die had gisteren een lange nacht. Lange nacht? Ja. Had je dat gezien dat hij met iedereen naar de Mac ging? Met Wouter. Dat is toch goed. Ja, ik zat nog vanochtend met Lorenzo te praten. En toen hadden ze ook nog uiteindelijk, weet ik veel, Mackie naar buiten gebonjourd. Oh, maar echt? Wat is ja, ze hadden de McFlurry zo gewoon half vol de McFlurry zat ze daar het raam uit gebonjourd. Echt, dat is weer dat jongere pubergedrag. Dat kan ik dus, dat accepteer ik dus niet. Nee, het is dat ik niet in Friesland woon en dat ik gisteravond echt enorm moe was. Anders had ik ook wel het nachtje doorgehaald met ze, maar ja. Dat is wel mooi. Ik lag al op bed om 1:45 middags, dus. Zo! Dat is niet waar. Ik heb oprecht wel tot 2 uur op bed gelegen vandaag. Zo. Maar goed. Jordi, Ja. Ja. Hoe is het? Goed. Waarom je belt Jan? Ik verveelde me. Je hebt altijd wel wat leuks te zeggen, zeg maar. Waarom? Ik heb nooit de leuks te zeggen. Oh. Ja, ik denk Je klinkt als zeehond, what the fuck? Ja, maar mij is het heel moeilijk om een vergelijking te maken met een dier. Ik lach gewoon heel uitbundig en heel lelijk. Ja, precies. Bloedhond. Je dacht het. Ik wist jij dacht het. Luister, Jordi, ik ga jou zoeken. Ik ga je dood maken. Nu. Wow, jezus. 600 kijkers. Wat is deze? Ken je Papendrecht? Yes. Dat ken ik. 600 kijkers, jemig joh. Ik zit even niet op de chat te letten. We hebben er 200 bij. Het is ongelooflijk. Hallo, welkom. Mijn naam is Herman. Heb je wat nodig hebt? Mijn naam is Herman. En ik maak wel eens een filmpje. Normaal bak ik taart op YouTube. Maar vandaag speel ik GTA 5. Dus leuk. 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 Wacht even, is Job in de chat? Job. Even zoeken. Job, die is zelf ook. Oké. Je bent famous? Ik? Hoezo? Oh, zoveel kijkers, ja. Ja, het is insane, joh. Het is echt insane.
super tof. Echt ook heel erg leuk, gezellig. Ik voel me ook een beetje bekeken op dit moment. Ik weet niet helemaal hoe ik me daar zo bij voel. Maar goed, hè. Ik zit trouwens echt nu al bijna 20 minuten gewoon rond te rijden en niet echt iets te doen. Oh, dat is Lausanne. Goeiedag. Verstopt u zich? Ach nee, ik ben betrapt. Ik zag u al. Hallo Lausanne, hoe is het? Hallo Jan. Mijn beste vriendin. Lausanne, je bent als de moeder die ik nooit heb gehad. Dat vat ik op als een compliment. Ja, dat is ook zo. Ja. Goede dagen. Maar wat, heb je een ongeluk gehad met de auto? Wat, waarom? De achterkant is er slecht aan toe. Oh, bij mij echt totaal niet. Oh. Dan verzin ik wat. Yep, dan je bent dom. Ja, nee, ja. Sorry. Ik heb autistisch. Wat bent u aan het doen? Wat? Wat ben je aan het doen? Ik ben mensen aan het bespioneren. Ik ben momenteel een ongelukzoeker en ik zoek naar auto-ongeluk en ik ga toekijken. Totdat de politie er wat van zegt of me arresteert. Dat kan leuk zijn, leuke bezigheid. Dat kan leuk zijn, kan ook heel dodelijk zijn, ja. De vorige keer zijn schoten op mij. Jan, maar goed. Jan. Ja. Jan. Wat is er? Het was weer gezellig. Waarom? Maar ik ga er vandoor. Ja, ga er maar weer vandoor, hè. Jan, alleen. Hey. Het is zo dom. Er zit ook zo geen doel aan, Jan. Met de Riddler had ik altijd nog een beetje een soort doel voor ogen. Maar met Jan, ik rijd gewoon rond en ik doe domme dingen. Kijk dan. Oeh, jammer. Hé, hey, van de kant, ik wil hier zo parkeren! Hoi Jan! Ja, nou, hoi, ik ben Jan. Bij deze ontvoerd. Oh, dat is niet goed. Wie is dit? Hallo? Ik ben Muizenhunt. Oh mijn god, Lucas Oleg. Oh mijn god. Hoe is het, Mason? Ja, ik ben Mason. Hé, hey, Kiona. Ik heb je ook gemist, man. Ja, ik jou ook, Kiona, mijn tweede moeder die ik nooit heb gehad. Ja. Ik dacht, jij was Ahmed. Ook. Ik ben iedereen. Ik ben wie jij wil. Jij mag me Herman noemen als jij wil, ja. Herman? Juan misschien? Pieter. Juan? Janneke. Janneke. Mason, jij was toch dood? Nee, Edward geholpen heeft. Oh, nou die man kan echt alles. Ik heb zoveel respect voor die vent. Ja, niet normaal. What the fuck? Hij is zo ontiegelijk goed. Ongekend. Hij is echt een geweldige vent. What the fuck? Ja, hij is zo normaal. Slim. Ontiegelijk slim, net vooral raadsels zijn goed van hem. Net zo slim Mason als... Mason terug had gekeken in Twitter, hij raadsels erg goed vond. Eerlijk, dat is wel iets waar hij trots op mag zijn. Ja, heel eerlijk, ja. Ik Mason snap wel niet... een beetje onder indruk. Hij wil wel leer. Waarom rit is een debiel op de weg? Hey joh! Meneer, jij bent debiel! Waarom jij rit midden op de weg? Achterlijke debiel! Dubbel. Het is... Debiel! Het is fietspad. Nee, dit is niet het fietspad. Hier, kijk, dit doe ik met je fiets. Herman, ik naar Kleinink moeten wij gaan rijden samen. Oké, okay, Maas. Maas. Mijn vakdocent heet Maas. Oh, jezus. Van Libasol. Ik denk het niet. Ja. Libasol. Is Libasol er al dan? Wat? Libasol. Ben je al in Libasol geweest? Zeker. Trek een outfit aan. Ik wacht hier. Ik ga je geld meer heb. Snuifduif. Ik zou kopen, je weet zelf. Dank je. Snuifduif. 750! 750 kijk, doe normaal joh. Doe even normaal joh. Leuk dat we hier zo zijn joh. Waarom zijn er wat voor mod? Geen mod. De Aops? Maar de opa's? Is Just Out hier geen mod? Het zou ook kunnen.
Bijna 800 kijkers, jongens. Doe even duimpje trouwens. Ik denk dat we de 500 duimpjes wel moeten kunnen halen. Moet mogelijk zijn. Dat moet mogelijk zijn. Ja, ik ga inderdaad in een Penguin onesie 24 of 12 uur live, ik weet nog niet precies. Op het moment dat we de 10.000 abonnees hebben gehad. Het is nog een heel eindje weg. Maar het is een leuk vooruitzicht. Bij de 9.000 abonnees... Moet ik even heel goed nadenken wat ik beloof. Want we moeten op dit moment nog 50 abonnees voor die 9.000. Wat ga ik beloven voor de 9.000? 48 uur live. Nee. Nee, dat is niet een belofte die ik maak. Ik ga... 9.000... Waarom je dan geen masker hebt? Wat geweldig. Wil je een masker halen of vind je dit zo goed? Maakt niet uit. Oké, dan noem ik geen masker, oké? Nee. Wat loop jij toch altijd bijzonder? Dank je. Uniek, ja. Bij de 9000, ik weet nog niet precies. Iets geweldigs. Maar jij ook iets uniek bent, Arman. Ja, dat klopt. Iets wat je nog nooit hebt gezien. Dat gaat er gebeuren bij de 9000. Ik was homo in auto. Maar midden op weg stal. Ja, het is echt niet normaal, joh. Jalla. Ja. Jalla. Meest knapwoord ken. Oh, jezus. Homo. Zullen mensen hier zo uitschakelen of niet? Fuck, een gekke steekpartij, jongen. Fucking niet, maat. Oh mijn god, Lausanne die staat hier nu. Lausanne heeft mij net geditcht. Je bent ook weer terug. Ja, wow, Boeing 67 namelijk. Ja, ik met Herman op stap. Hij is tegenin, of niet? Sorry. Ik met Herman op stap. Ik heb geen interesse meer bij jou. Dankjewel. Nee, oké. Ah, die Walter. Hé, die Jan. Nee. Oh ja, Walter, ik vond het heel bijzonder gisteren. Ja, dat... Ik vond het leuk om mee te kijken. Ja, toch? Ik vond het echt heel leuk. Ik ging er heel goed op. Ja, ik vond het echt heel grappig. Ja, het was... Toen Monopoly, ja, ik wilde ook erbij zijn, maar ik was zo moe, joh. Ja, jongen, dat was zo mooi. En die autorit. Heb je die helemaal gezien? Ja, wel voor een groot deel. Gewoon, heb je gezien dat Martijn vol met zijn gassen tegen die hoofdsteun aanknalde? Is dat gebeurd? Ja, ik ging af en toe een beetje remmen en in één keer trad ik vol op de rem en daar wordt wat aanpakken. Dus ben jij die Wouter? Ja. Goddomme, jij lelijk ben. Ja. What the fuck, Mason? What the fuck? Doe normaal. Mensen, die heb je zelf gezien. En Sascha is voor met zijn hazes tegen de zijruit aangeknald. Ja, maar Sascha die is wel wat gewend. Ja. Die gooide ook alle McDonald's uit de ramen. Jemig. Oh, dat kon echt niet. Nee, ik heb ook wel eens McDonald's. Maar Sorry, ik heb spraakgebrek. Jong. Ja? Jan. Als je ooit een keer zin hebt, dan kom ik je wel eens ophalen. Ga ik wel weer gewoon normaal rijden. Ik woon zeg maar heel ver van jou, hè. Echt ja, bijna dus, aan de andere kant van het hele land. Ik heb ook wel een keer vakantie. Dat is waar. Ja, wat maakt mij dat nou uit? Ja, dan nee, kom ik ben dan eens op jouw kant toch, hoor. Dat is wel grappig. Dat is oprecht een leuk idee. Ja, ik ben lang geleden dat ik Lorenzo heb gezien. Oleg, jij een mooie auto hebt, toch? Dat is hartstikke mooi, man. Ja, ik heb Discord. Panto. Ik hoor een blululul. Ja. Panto. Janneke, Juan. Ja. Ja, Juan. Juan, dat is mijn broer. Juan Gwomp. Juan Gwomp. Oh, lekker goed zitten. Maar, ja. Ben jij niet goed in je audio? Wat de fuck? Oké, nou kan je het ook echt krijgen. Wat? Wat is dat voor een gekke bug? Mijn hele auto? Hij rijdt gewoon niet meer. Nee, hij is stuk. Ik hoor allemaal dingen. Ik ga het zo checken. Hij is stuk. Ja. Er is geen AMB. Ja. Ik heb echt... Wie deed dat? Ja, dan ga ik hem wel wegniezen, anders staat hij. Ik moet niet. Zij was het niet. What the fuck? What the fuck? Zo. What the fuck? What the fuck? Is er iemand zo gevlogen?
Oh, daar gaat hij, joh! Wat zei je? Ja, ik zag zo'n auto staan bij een garage. Bij garage? Wat voor auto? Ja, ook die Coruma, man. Echt? Welke? Ja, ook zwart. Ja, maar welke garage bedoel ik? Ja, die... Ik weet niet hoe hij heet, man. Rode garage. Volgens mij is de hint dat je moet opstappen. Ja, ik denk dat dat de hint is. Oké, Kiona is leuk. Dag, je bent als mijn zus. Fuck jou. Oké, ja, is goed. Jezus, voor mij, please. Ja, sorry. Is dit... Was... Ze wordt achterna gezeten. Ja, Kia, die heeft altijd problemen. Ja. Ja, nou maar goed, Mason. Ja. Wat denk jij? Wij moeten een gesprek op ons intellectueel niveau hebben. Oké, nou wat gaan we doen? Waarom gaan we moeten ons even 2 seconden terugtrekken. Kom, we gaan midden op de weg. Ja. Oké, waar wij over gaan hebben? Wat gebeurde er met die auto? Mason, wij zijn op pad. Op vandaag. Pad, waar naartoe? Nou, nergens naartoe. We staan hier nu. Oh shit. Maar oh, we gaan iemand in de gaten houden. Wie gaan we in de gaten houden? Er werd daar iemand aangereden. Ja. Dat weet ik nog niet. Oké. Ken jij de Draknes? Nee. Ja, ik wel ken trouwens. Er zijn flinke... Garage Rood-Jan. Oh mijn god. Stond deze. Oh mijn god, je hebt het gedaan. Nee. Rood garage. Oh, je bent echt geweldig. Kiona, het is dat ik op mannen val, maar jemig, dat is echt heel erg. Ik bel hoor. Ja, lekker ding. Je hoeft niet te liegen hoor. Oh, sorry. Je hoeft niet te liegen hoor, Jan weet. Oh, Jan al wel eens. Jan weet, jij valt op struisvogel, waarom? Ja. We hebben vermoedens met de MSF dat onder andere Lars Arends, Emilio Tjaarsen en die andere Mees, die zijn lid van de Draknes, dus... Maar je niet. Ja, Mees vooral is vervelend. Mees die met moet heel fiets in mijn hoofd checken trouwens. Die mentaal. Ik ga even kijken wat we binnen hebben gekregen. Want ik hoorde een blulurup en daarna een blulurup. En het was. €5 van Rodi Schoolman. Succes met de stream. En dan hebben we Rodi Schoolman met. Oh mijn god, de Rittel, dat is toch het hoogste... Is dat niet het hoogste rang wat je zo hebt op YouTube? Dat is echt insane. Je bent ook de eerste, what the fuck? Wacht, dat moet ik even checken. De Rittel, ja! Yo, dat is echt geweldig. Hey, Rodi, oprecht, super, super bedankt. Je bent zowel de eerste... donatie van de stream als het eerste lid van op dit niveau. Het is echt ongelooflijk. We hebben de 500 abonnees. Ik bedoel, likes en ook abonnees hebben we inmiddels wel. Ongelooflijk. Oprecht, heel erg bedankt. Even de hele dikke hype voor Rodi. En we hoeven nog maar 40 abonnees, 35 abonnees. Dan hebben we de 9000 behaald. Als dat deze stream mogelijk is, dat zou echt heel tof zijn. Dat zou echt heel tof zijn. Ja, super tof. Echt super ja, bedankt. Super, super bedankt. Wat zei je? Ja, ik was heel even weg, sorry. Oh ja, dat jij mag. Ik heb eigenlijk wel een masker moeten hebben. Iedereen ja, mag, gelijk fuck jou. Wat? Ja, ik... nee, sorry, binnenpretje. Ja, ik zeg, ik ben even weg en je zegt, jij mag. Ja, jij mag. En gelukkig mag het van jou. We ja, gaan inderdaad even een maskertje kopen. Ja, maar ik weet niet of dat masker mijn kapsel verbergt, jij weet. Vol goed. Ja, jij hebt inderdaad wel zo'n speciaal kapsel inderdaad. Moet even checken, maar dat komt wel goed. Anders doe ik wel zo'n clownsmasker zo, maar mij meestal past. Ja, kijk maar joh, zolang het je gezicht een beetje verbergt dan... Ja. Jezus. Ik jou wel gemist, Jan. Ik jou ook, Pieter? Ja. Mason. Ja. Ik spreek geen... Ethiopisch, jij hebt Ethiopische naam. Ik wil iemand volkant neer. Welk land jij komt eigenlijk? Ik, Engeland. Nee. Maar van echt? Onderkant ik misschien wel uit Nigeria ofzo. Oh mijn god, dat is tof. Ja.
Ik Engeland, maar ook Nigeriaans. Ja, Jan houdt van exotische landen. Het is zo scuffed om als Jan te spelen. Oké, neus dan even kijken. Oké, ik ga meekijken. Ja, kijk aan mee. Ja, deze is goed. Nee, dan wil je niet dat gaan doen. Ja, deze wel bij meestal past. Nee, dat is echt zo'n doorsnee skinhead-ding. Ja, elke skinhead heeft dat ding aan, denkende dat het heel stoer is. Dat is zo vervelend, joh. Deze. Oeh, dan ben je wel echt undercover, want dat is een Randy, man. Oh mijn god, wat de fuck is dat voor iets cursed? What the fuck? Een uil. Even kijken, misschien ik wel als dier gaan. Ik ben de bier. Ja. Die vind ik ook echt heel funny, die adelaar. Arend. Deze gaan. Je moet die andere eens proberen, de andere varianten van dit. Ach, nee, wacht. Nog eens terug? Er was een soort kalkoen of zo, is er ook. Deze. Nee, dat is geen kalkoen. Deze. Nee! Wat is dan kalkoen? Een kalkoen. Je weet toch wel wat een kalkoen is? Nee. Rot op. Oké, dan komt hij nog, denk ik. Nee, hij komt nog. Hij komt nog. Oké, hij komt nog. Oh, wacht! Nee, wacht! Nee! Ik zag hem. Hij komt na die ene kip. Adela. Deze. Ja, die! Nee. Deze man echt voor skutloop. Ja, dat is ook zo'n kutmasker. Ja, deze! Dan ben je een gnom. Meestal eindelijk deze wilde pakken, maar anders had hij kalus van achterkant. Ah, niet mooi. Ja, dat is echt heel kut. Dat is kut. Jij niet van kut houdt. Nee. Jan, nee. Meestal een beetje verbaasd daarover. Waarom? Misschien ik wel zelf de kapsel kan als jij. Yep. Kijk, dat is 54 volgens mij, man. Deze. Ja. Ja, die kan je doen. Waarom niet? Dat is zo makkelijk. Ja, kom maar. Kijk, bril af. Ja, dit is top. Kijk, joh. Oh, ja. Jemig. Jemig. We hebben bijna 900 kijkers. Is ongelooflijk. Hoe word je lid? Wat zei? Hij heeft daar hard reed, daar achter ons. Hij naar Plezierhaaf ging. Wie? Ja, een of andere C36. Plezierhaaf ook. Nee, andere kant op, gek. Dat is toch niet Plezierhaven? Ja, daar jij ook Plezierhaven op kan. Oh ja, oh ja, tuurlijk. Ja, daarom deed mij saai altijd een paar keer. Oh ja. Ik kan lid worden, nee, dat is betaald. Dat is volgens mij 3 euro, 5 euro. Eentje verder. Een tientje en dan 20. Ja, hier links. Dat is op geen enkele manier verplicht. Dat zou hierheen rijden. Wel heel leuk natuurlijk, maar ja, het is helemaal niet verplicht, helemaal niet. Oké, okay, misschien niet. Nee, ik wil net zeggen, jij hebt er geen ogen. Nou, ik wel eens Mercedes zag hier. Misschien de andere kant. Oh mijn god. Jij niet kan rijden, Jan. Ah, nee. Nee, ja, ik wilde heel boos worden en gaan zeggen, ja, jawel, maar ik kan inderdaad echt niet rijden. Nee. Maar, onthoud wel dat als je zoiets... Mercedes dus. Ja. Ja. Hij praat elke keer nou op, Jan. Die lul. Meestal net terug is aan hij niet al dood wil door jou. Sorry, je hebt Riddler uit jou. Ja, de tweede keer al. Onthoud wel dat... jij contact hebt met Riddler. Wat? Gozer! Kom eens, fucking spreek eens fris van je gat, gozer. Jij met Riddler spreekt, of niet? Nee, ik ken hem niet. Ik ben ooit gemanipuleerd door die gozer, dus ik wil niet. Misschien waar je hem dood moet maken. Ja, dat is een goeie. Ja. Okay. Onthoud wel dat als je dat aanschaft... Lijkt een prima idee. Onthoud wel dat als je... alles... Ja! Dan waar je beste zijn van stad. Jij snap? Ja? Ja? Jij snapt het niet? Ja, ik snap het! Oké, okay, dan deze ook. Ik probeer het ding op mijn hoofd te zeggen. Je zit er doorheen te lullen. Het is niet erg. Ik niet snap. Hou je mond! Wat? Nee, niks. We gaan even Blokkenpark patrouilleren. Hé, hey, oh. Dit is niet Mason en ook niet Jan. Oh, dit is MSI. Ook niet. Ook, nee, zelfs wij zijn niet. Gewoon mensen. Normale mensen. Ja.
Onthoud wel dat als je dat aanschaft, dat dat wel iets is wat, wat je voor één maand hebt. En daarna moet je, die maand daarna moet je opnieuw betalen. Dus mocht je het doen om mij te steunen, dan kan je ook net zo goed doneren. Dat heeft in dat opzicht niet heel veel verschil. Rick van Donk. Die kan een paar extra emoties gebruiken. Ik heb een goede deal voor jullie. Sure, wat? Jullie M3 willen kopen, met z'n tweeën kunnen toeren door heel Roveen. Oh, dat lijkt me geweldig. Wat ik jou bied? 60.000 euro. Ik bied 60 wiet top. 60 wiet top, niks waard. Jawel. Mason. Nee. Ja. Hoe is het, Mason? Jullie mij 60.000 betalen, ik jullie echt topauto geven. Waarom je praat met als... Jan. Ik krijg hem nog wel. Wat? Maar willen jullie een BMW M3 kopen? Nee. Ja. Zeker. Stap maar in onze auto en dan gaan we babbelen. Joke is net even bezig. Met stap. Waarom hij niet in onze auto wil? Hallo. Weet ik niet, hij is bang. Kijk, daar nieuw mevrouw. Wie is dit? Hallo? Mevrouw. Hey Rick, weet je wat gaan we doen? Wie is deze mevrouw? Hallo mevrouw! Wie is dat? Heb jij nog iets leuks te doen hier of niet? Nou, eigenlijk niet. Nee, ik ook niet. Ik zit een beetje te kijken hoe deze onbekende persoon naar me zit te staren. Ik ken hem niet hoor, daar niet van. Maar... Sorry, ik kijk naar die auto achter je. Oh, je kijkt via mijn bril of zo. Nee, net langs je. Oh, nou, ik kijk je wel diep in je ogen. Wie is deze zwerver? Hey! je verpest het moment, meneer. Mijn naam is Jan. Jan? Jan Womp? Jan Klomp! Jan Klomp! Wow! Dit had ik niet verwacht. Nog een zwerver, wat gebeurt er hier? Hallo? Jan. Ja? Die mevrouw heeft manstem. Moet je komen luisteren. Ach, wat? Hallo mevrouw. Hallo. Ja. Heb gehoord, jij bent transgender? Nee. Nee, dat kan niet. Dat is echt niet normaal. Luister. Nee, dat kan je niet zeggen. Ja, loop maar even mee. Loop gelijk maar even mee. Met je witte broek, zeg ik. Met je witte broek. Jij bent de lul. Nee. Wil je meelopen of niet? We gaan hier geen fucking mensen gelijk zitten pesten. Hallo? Nee, dat is ook niet. Mevrouw, ik heb niks gezegd. Gozer, je bent een debiel. Loop mee. We gaan even babbelen. Nee. Ja, hallo. Gozer, waarom jij beledigt gelijk mensen? Mevrouw, wat ik heb gezegd is niet waar. Ja, dat weet je niet. Sorry. Echt, je maakt het alleen maar erger. Man met witte broek, loop mee dan. Ik ga je nog één keer waarschuwen, anders dan schiet ik hier zo neer op blokken. Oké, okay, ja, je bent echt een debiel. Broek. Je hebt nog steeds gewoon een witte broek. Je bent echt een debiel. Het is echt ongelooflijk. Loop maar even mee. Hoezo? Wat, je hebt grote mond hier, zegt transgender. Nee, wat een grapje. Ja, leuk grapje. Ja, vond ik. Hoe oud ben je? Ik stuk ben. Ja, je ziet ik stuk op de grond lig. Nee. Ja, ik heb wel, maar... Volgende keer je doet domme opmerkingen voor je laten, ja? Anders wordt hier neergeschoten, ja? Fucking Jelle. Spijt me. Jo. Doei, Jan. Yo. Oh mijn god, ouwe. We hebben 1000 kijkers trouwens, super tof. Ja, ik vind altijd... Ik weet niet man, bepaalde dingen vind ik zo kinder. Mevrouw, wat ik net heb gezegd is niet waar, oké? Maar vergeten. Oh my fucking god. Wanneer jij echt kogel wil hebben? Echt serieus, what the fuck is er mis met jou? Wat doe jij? Helemaal niks. Je loopt gelijk naar mensen toe, je gaat iedereen beledigen, je bent Jalla, je bent zeker met Jalla. Wat? Volgende keer, jij wordt doodgestoken, ja, als jij maakt stomme grap. Hij niet goed is, bij je hoofd. Jij Jan is ook man. Ooit man genoemd en ik werd boos. Oh. Herman op een man vrouw valt, jij snap? Daarna man zegt hij op vrouw valt, maar hij boos werd, belediging, jij snap? Jij snapt? Niet meer eigenlijk. Nee, jij bent dom.
De volgende keer hou je domme opmerkingen gewoon voor je. Het slaat echt helemaal nergens op. Ik dacht dat je alleen maar boven de 6 jaar in de stad mocht. What the fuck is dit? What the fuck? Ja, en mentaal waarschijnlijk 3. Net uit Baalmoed. Jezus Christus. Wat een gozer, joh. Ja, sorry, daar word ik wel echt pissig van, hoor. Daar word ik wel echt pissig van. Dat je dan gelijk daarna nog zo'n domme opmerking maakt. Fucking ongelooflijk. Als dan er niet luistert, maar goed, zie je wachtkamer Johnny. Ja, 100%. Dan was hij ook zijn whitelist kwijt. Dus. Jan, jij echt geen grap maakt met schiet, toch? Wat zei je? Jij grap maakt met schiet, toch? Nee, ik maak oprecht geen grap. Fucking. Als ik zweer het, als ik niet mijn bodycam aan had, dan was ik fucking had hij nu weg geweest. Aan. Ja. Ben je niet? Als ik niet mijn bodycam aan had, dan had ik fucking duur zijn hele. Dan was hij nu zijn verblijfsvergunning kwijt. Nee, jij maakt grap. Nee, ik maak echt geen grap. Oké, jij geen grap maakt. Wat een achterlijke debiel, joh. Ik zo dom. Dan ga je naar iemand toe lopen en zeg je. Transgender. Echt, jongen, dat weet ik van de onderste plank, jongen. Ja, dan komt hij er nu nog heel goed. Jan, jij altijd grap maakt. Ik maak geen grap, nooit. Mag ik een stukje rijden is Nee. Zijn stemming niet voor, ja. Nou, jammer. Oké. 1000 kijkers is echt ongelooflijk. Hallo, waar komen jullie allemaal vandaan? Wat is dit? Laat een stukje rijden. Ja. Welk liedje jij luistert? Geen één. Wat kan neem? Ik doe free Jan voor mij zing. Fristen. Jij voor mij fristen. Fristen? Niet. Jij wil fristen van Jan? Ja, ik wil fris. Ik wil één fris ken. Jij ook? Kijk nou eens hoe ik auto rijd. Kijk eens door je ogen. Wat? Wat vind je zo wat? Magnifiek Jan. Jij met knie te sturen of wat? Nee. Maar wat dan? Libasol, we hebben telekinesische krachten. Maar... Echt keel aan Libasol. Kijk hier. Wat wil je gaan doen? Ik heb geen idee. Vaak zijn hier wel mensen. Ja, beuk tegen hem aan. We gaan hem dood. Als mensen in zwart is, word ik een beetje bang van. Gaan we hem dood. Doe even duimpje trouwens, bijna 700, dat is ongelooflijk. Is er een deur eruit? Nee, bij hem daar, bij een groot oud. Oh ja, dat klopt. Maar die bijna. Meneer, een langharig joekel. Iemand zegt bijna niemand is. Bijna niemand is live. Dus dan kom ik al naar jou toe. Dat is heel goed. Alle lul. Ja, Lorenzo, ik hoorde recht van mij. Lorenzo, ik hoorde er vannacht ook bij zijn. Maar... Oh, ja, ik zie jouw haar niet, dus ik kan niks over jou zeggen. Maar mij is niet lang. Komt er trouwens in beeld die die donatie op van YouTube? Volgens mij, ja, wel in beeld, maar blijft die in beeld staan als een donatie? Volgens mij niet. Dat moet ik eigenlijk even fixen. In principe is het gewoon een 5 euro dono natuurlijk. Ja. Echt precies. Nu. Stap in de auto en wij gaan mee. Nee, ik ga niet mee. Nee. Loop mee. Wat niet? Wacht, ben je Den? Ben je Den van Golden? Wie is dat? Den. Ja. Wij moeten praten. Ja, ja. Den, stap eens in. Ja, moet ik instappen? Ja. Herman, instap. Den, uw vriend zal zometeen terug zijn. Ja. Ah, die Den. Ah, die Den. Ik heb verhalen over jou gehoord, jongen. Ik heb verhalen over jou gehoord. Ah ja, oké, okay, ja. Wij hebben verhalen over jou gehoord. Wij hebben verhalen over jou gehoord, voor als je het nog niet wist. Nee, wist ik nog niet inderdaad. Maar nu weet ik het wel. Wil jij soms... Dood! Dood? Of niet? Of niet? Nou, nee, niet echt. Oh. Al moet ik zeggen, jullie hebben best wel leuke kleding aan.
Jij ook! Jij ook, meneer. Dankjewel. Den? Den? Jouw gedrag op Twitter? Jouw gedrag op Twitter? Dat accepteren wij niet. Dat accepteren wij... niet. Niet. Dus... dat begrijp ik. Dus... nooit meer doen! Nooit meer doen! Ja, nee, ja, dat zou ik inderdaad nooit meer doen. Dat, dankjewel. Dat was ik zelf ook. Dankjewel. Ja, nou, fijne dag. Goed nog. Gedaan, meester. Dag. Stap goed in. Goed gedaan. Jij bent test doorgekomen, meneer. Stap in. Stap in. Breng je terug. Wij terugbrengen. Het is een leugen, je bent ontvoerd. Ja. Jullie zijn wel aardige mensen, moet ik zeggen. Ja. Oh. Leuke kleding ook. Geen probleem, mijn naam is... mijn naam is Makkers van Plakkers. Dus ik ben... ik heb wel eens van een Plakkers gehoord. Ik ben Plakkers van Makkers. Ja. Ja. Leuk. Succes. Ja, doeg Makkers van Plakkers en Plakkers. Dag. Ja, meneer! Dit is dus weer echt de biel! Fuck de biel. Heb jij nou nooit manieren geleerd? Misschien moet u ook even uw achteruitrijdspiegel kijken. Meneer, jij zo misschien moet u even... die is kapot, gek. Waarom denk je dat we bij de ANWB zijn, joh, debiel? De volgende keer, wij maken jou dood. Dank u wel, meneer de ANWB. Ja, ik moet hem nog ontmoeten, de lamp is kapot. Nee joh, wij worden niet staande gehouden. Oh. We zetten ze gewoon uit, dan zijn ze allebei kapot. Wij komen goed. Wij nog een keer, homo. Nou. Zo. Dat is een lifehack, wist je dat? Dat als je gewoon je lampen uitzet, dan is er geen ene is kapot. Nee, je niet. En ze doen het allemaal niet. De meeste nog niet eens wist dat. Jij echt? Wist? De biel is dit. Ja. Jij liep als zon gelicht, of wat? Ja. Ja. Buts achterop daar, het gek. Hey. Wat? Kut. Hoe kijk kut, deze agent hier. Kut, ik weet echt niet of ik word gezocht. Kans ja, is waar, wel de, waar je gewoon in de auto zit. Nee, gewoon een beetje lopen, joh. Jij bent ik zo'n pussy. Jij bent zo'n pussy. Jan, ik ga niet kwijt. Jan. Ik rijd niet weg. Ik jou niet kwijt, wil. Jan. Jezus, nog 4 likes en dan hebben we er 700. Dan moet dat oprecht wel lukken, denk ik. Nog 4 duimpjes, dan hebben we er 700 duimpjes. Ik denk dat dat wel moet lukken. Hé? Ja. Jij springt hier maar. Ja, wat zou je zeggen? Going on. Summer holiday. Ja, Jan, ja! Ik ken die niet, dat liedje. Ik gokte wie is er Jan? Wie is Jan? Jack van Gelder, Herman. Oh ja, Herman bedoel ik, sorry. En hij is Herman. Wat is er? Waarom zegt u dat op zo'n manier? Ik zeg gewoon, meneer Klomp, hallo, meer zeg ik niet. Normaal zegt iemand dat en dan zeggen ze gelijk, je bent aangehouden voor een verzoek tot. En dan bestaat dat verzoek tot niet, dus... Ja. Nee, het spijt me. Nee, ja, ik word letterlijk preventief aangehouden voor een fucking verzoek tot. Het is niet te geloven. Ik word in de boeien geslagen daar. Ja, oprecht! Ik maak niet eens een grap! Maar goed, het wordt allemaal onder de tafel geschoven. Is wel prima. Wordt allemaal onder tafel geschoven. Als je nog niet wist. Oh. Nee joh. Ik vind hem wel mooi verzonnen. Preventieve aanhouding. Dat is niet verzonnen. Ik maak geen fucking grap. Ja, ik geloof ze fucking pakken mij beet, ze slaan me in de boeien en dan gaan ze checken of ik een verzoek tot heb. En ja, soms is dat waar. Okay. Wacht eens even. Ja. Wacht. Oh. Met jou moeten we nog even praten. Ja. Waar jou met jou praten moet. Ik zal nog geld krijgen van jou. Ik ook. Heeft u de verkeerde voor zich? Bent u niet Den van Golden? Hij is op katje. Oh, sorry. Ik beuk wel even van de kant met deze lelijke Audi hier ook. Nee hoor. Oh ja, nou even. Maar wel een beetje verdrietig. Broken! Zou dat eruit? Oké, sorry meneer. Ik ben een beetje verward waarom jullie theedoek op je hoofd hebben. Meneer, ik heb groot respect voor u. Ik ken u. U bent toch Michael Jackson? Groot respect. U kent mij toch inmiddels wel wat beter dat u weet dat ik dat niet doe. Maar dank u wel. Grote bedankt.
Aan je hemdje. Nou ja, zoveel bijzonders is het niet, dus dat komt wel. Hoe weet jij dat? Meneer Force heeft een OF-account. Ja, wat was uw naam ook alweer erop? Die van hem was de... Wanneer auto rijdt mee? Ja, als je maar nu... Kom me nu gewoon ophalen. Nog 9 abonnees en hebben we de 9000. Oh. Ik heb iets gemist. Ik ook, ik niet snap. Ik hoor het oprecht niet trouwens. Nog 9 abonnees hebben we de 9000. Dat is echt insane, joh. Dat is echt insane, what the fuck. Jan, jij contact hebt met plakkers van makkers, makkers van plakkers? Nee. Ik haat die gozer. Meestal wel met hem woordje wil doen. Oh. Ik kan wel even wat mensen rondbellen. Hey, mijn vrouw op moot. Even kijken, Yi. Yi is ook in de stad. Ik wilde zeggen. Wie is Yi? Ja, hij is boos. Altijd. Wat boos. Meestal in de buurt niemand boos is. Oh, wacht. Hij is in de stad, ik ga hem bellen. 950 kijkers, echt ongelooflijk, joh. Doe even normaal, man. Jij en Bel. Ja. Ja. Je lul. Ik weet niet of die telefoonbelletje dan goed is doorgekomen. Telefoonbelletje, jezus. Of dat dan goed is doorgekomen, of dat hij nu gewoon in de ontmoeting zit. Dus gewoon nog even 1 keer voor de zekerheid. Ik was gealtapt terwijl ik hem belde, dus... Ga je opnemen of niet? Ik denk dat hij ergens mee bezig is. Wat? Ja, hij is trouwens, gefeliciteerd. Oh ja. Wat? Ja. Waarmee? Jij gaat fijn sticht. Sorry. Jan. Oké, is goed, hé. Ik heb zijn auto geschrapt. Oh no. Waarom jij nou ineens met de hand rijdt? Wat? Oh jij ja, met nu rijdt. Wel even gewoon. Ja, dat is fijn. Wat? Misschien wij door Chinatown gaan. Misschien een leuk idee. Waarom? Ja, meestal altijd leuk van het Chinees. Meestal houdt van het Chinees. Ja, dat van iedereen. Ja, ik ook. Jij weet hoe meestal is. Waarom mensen zijn rabistisch? Waarom? Tegenwoordig, wat? Mensen zijn zo gemeen. Ja, niet toch man. Altijd gek. Iemand hier? Hallo? Hallo? Yee. Wie? Shifu. Shifu. Ple. Snap je? Shifu, ple. Dag, maar hey, ik word gebeld door Shank. Wie? Ja. Wat? Hey, Shank, tank. Ja. Ik ben met Herman. Ja. Hebben we de 9K? Rot op. Yo, dit is echt insane. Wil je mijn naam zeggen? Sam, tuurlijk. 9K, jeumig, dude. Oh, daar waar je net reed. Herman, kledingwinkel links terug. Daar bij Chinatown. Okay. Jeumig. Bij onderweg, jij ophangen. 9000, ja? Dat is echt insane. Ja. Dat is echt insane. Zo, daar staat hij, homo. Wat? Daar, recht vooruit. Oh, ja, in de stad. Fuck, je weet het outfit aan. Wie ben jij? Henk Turbo. Oh, Henk, wij gaan even babbelen. Oh, gezellig. Ja. Niet mijn idee. Ik heb gehoord, jij bent een lul. Ik ben een lul? Ja. Klopt. Waarom? Ik weet niet. Ik zit even te denken wat leuk is om te doen. Oh, fuck. Ik moet eigenlijk een fiets in mijn hoofd doen, even 2 seconden, dus ik ga eventjes parkeren hier. Jullie ja, gefeliciteerd. Ja, zo mijn plekje.
Dank u. Nee, doe maar, blijf maar zitten. Wij gewoon lekker blijven zitten. Het is gezellig, joh, mooi plekje. Nee, gaan jullie gewoon rijden, dan doe ik het. Nee, wij blijven zitten. Wat? Ik ga niet rijden. Nu. Nee, wij ook niet. Ik rijd al. Ja, doe jij maar, Henk. Shake. Shake. Lol. Oké, ik heb een idee. Ik heb een idee. Een funny idee zelfs. En daarvoor ga ik even naar beneden. 2 seconden. Sla een ei op je hoofd kapot. Ja, dat vind ik echt vreselijk. Gefeliciteerd met de 9k, het is gegund. Maar Jordi is eerder met de 10k. Ja, van harte gegund. Het is toch een wedstrijd. Ik ga heel veel de webcam eventjes uitzetten voor een seconde. Ga ik eventjes wat dingen positioneren. Zo. Doen eventjes GTA RP met hondcam. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Dat is echt een kut idee, maar... Ah, mijn voet. Oh, kloten. Auw. Yo, 9k is echt insane. Het is echt insane. Het is echt insane. Iedereen oprecht. Eventjes vanuit mijn hartie. Dankjewel voor deze geweldige mijlpaal. Het is echt ongelooflijk. Het is echt heel hard gegaan. Natuurlijk met heel veel dank aan Max en alle andere lieve mensen van Roeveen. Zal ik... even kijken hoor. Kijken of dit mogelijk is. Kijk, dit is. Dit is wel funny. Wacht, dan doe ik even mijn stoel wat hoger. Ja. Mijn stoel is precies ingesteld zoals voor mij. Ah ja, dit is wel funny. Dit is. Ah, dan kijk ik ook precies de verkeerde kant op. Wacht even, dan kijk even of ik hem kan flippen. Als het goed is wel. Flip. Is dit goed? Nee, dan gaat hij anders. Oh, dan gaat hij andersom, joh. Wat is dit? Ik ben hier zo niet goed in, joh. Oké, wacht. Ja, maar dit is. Weet je wat? Het draait gewoon even om. Dan gooi je. Wat de fuck is dit? Ik heb geen idee wat dit is. We gooien de dono's even deze kant op.
Dan gooi je mijn camera via zo. Minky, kom hier. Kom hier. Kom hier. Gekkie. Dan doen we het eventjes zo. Lekker scuffed, maar... waarom ook niet, joh? Waarom ook niet? Oprecht, enorm bedankt voor deze mooie... Want deze conditie, ja, het is echt heel erg. Iedereen oprecht heel erg bedankt voor alle... Voor alle lieve berichtjes en alle fan-edits en alle abonneetjes. Super tof, het is echt heel leuk. We gaan nu gewoon wel door. Ik moet eigenlijk... Ach, dit is wel een beetje kut. Even mijn... De kans dat mijn hondje daadwerkelijk in beeld komt is een beetje klein. Want hij gaat hier zo de hele tijd leren. Hier zo gaat hij de hele tijd leren. Kom, kom maar hier. Kom. Kom hier. Ah. Dit is echt een heel kut idee. Maar goed. Oké. Yo. Hey. Ja, ik zag net op jouw telefoon plak. Ja, Max, ja, ja. Ik ga hem even terugbellen. Ja. Nou, Turbo, jij ergens kan weggaan als jij wil. Yo! Hallo! Ik heb er een impact. Ja? Hallo! Hallo! Hey. Hoe is het? Goed. De. Kakkes. Hey, what's up? Ja, yeah, ik wilde jou bellen. Ja. Ik heb hier iemand en die wil een gesprek met jou. Ja. Een gesprek met mij? Ja. Oké, leuk. Hij heet Mason. Oh, stop. Echt. Wat? Hij zit hier letterlijk in de auto bij mij. Nee, stop. Wat? Ja. Wat? Wat dat? Oké, dan zit hij hier zo niet in de auto met mij in Shank Turbo. Wat doe je? Ik ben met Mason. Wie? Ja. Mason Hunt! Nou, Oké, dan niet. Hij wil graag een gesprek met jou. Hallo? Hij wil helemaal geen gesprek met mij. Hij vroeg... Je bent debiel, kom naar Impound. Kom. Wacht, ik ben bijna thuis. Wij wachten hier zo. Thuis? Ja. Wat bedoel je? Ik kom eraan. Oké, we zijn met de Impound. Oké, Jan, als hij er echt is, dan ga ik kaal. Hij is er in het echt. Nee, ik bedoel, niet, wat is het echt? Rotte. Ja, dit is wel echt een verdriet en niks. Wacht even, ik ga het even beter doen. Zo, kijk eens aan. Oh, dit is echt goed. Oh, dit is echt heel goed. Dit is een betere camera angle dan dat ik normaal heb. Sowieso is die altijd kut. Het is een Maltesertje. We hebben 3 euro van Timo, debiel wat. Super bedankt voor je 3 euro's. Dat is... super tof, dankjewel. Oprecht heel erg bedankt. Doe nog 1 duimpje, dan hebben we de 900 duimpjes. Dat zal funny zijn. Dat zal leuk zijn. Ja, dat zal leuk zijn. En we hebben er alweer 15 abonnees bij, dat is echt ongelooflijk. Het is nu gewoon road to 10k. Bij de 10.000, voor de mensen die het niet weten, dan ga ik 12 of 24 goed live, weet ik nog niet precies. In een penguin onesie, dus dat wordt echt geweldig. Wie jij nou? Hey! Hey! Kom eens hier, zit je nou op mijn bed te pissen? Herman, hij komt hier! Ah nee. Herman? Nee, dit doe je niet. Zit je. Ah, is het. Ah, godverdamme, dude. Gozer, die hond heeft net op mijn bed gepist! Waarom doe je dit? Waarom?
Ja, je gaat... Gadverdamme, duw mijn hele deken naar de kloten. Ah, bah. Ja, grappig. Moet het meer op. Ja, nee, ik zit heel vrolijk te aaien alsof dit goed is. Nee, dit is niet goed. Stout. Ja, dit is echt vreselijk. Wat een vreselijk beest ben jij. Nee, hij heeft gepist op mijn bed. Hij heeft op mijn fucking bed gepist. Wat een vreselijk beest. Ja, wat zit je nou allemaal stoer te doen? Ga gewoon liggen, joh. Ja, dit is echt vreselijk, gozer. Mijn hele bed kan nu verschoond. Dit is waarom ik hem nooit op mijn kamer heb. Dit is waarom ik zo enorm blij ben dat hij zo niet naar boven kan. Ja, nee, je hoeft me niet zo aan te kijken. Nee, ja, nu ben je verdrietig. Ja, ik ook. Waar moet ik vannacht slapen? Kom maar hier. Kom maar. Kom eens hier zo. Hier, je kunt 1000 mensen hier zien. Hier. Dit is hem. Ja, dit is echt... Niet te filmen, dit. Ja... Heel stout. Heel stout. Ja, wat ben je nou stoer aan het doen? Nee, ja, ik vind het echt niet fijn. Dit vind ik echt niet leuk. Oh my god. Ja, nee. Ja, je zit allemaal stoer. Ja, je wil gewoon op de grond. Ik weet het. Oh my god. Nou. Ja. Ik vind het echt niet leuk. Ja, ik vind het echt niet leuk, Binky. Het moet een keertje afgelopen zijn met die praktijken. Kom eens. Hier. Kom eens. Kom. Nee, ja, we gaan nou niet allemaal stoer doen. Nee. Ik heb hier zo geen zin in, joh. Stop. Doe gewoon niet zo vervelend, dan gaan we weer naar beneden. Dan moeten we naar beneden, is goed. Kom. Nee, kom hier. Stink naar pis. Ja. Wat ben je nou aan het doen, man? Wat ben je nou aan het doen? Ja, hier staat je. Kom, niet zo vervelend. We gaan gewoon naar beneden. Ja, ik word hier echt moe van, man. Ik kan die hond ook gewoon even. Ja, wat wil je nou? Je zit me aan te kijken als een debiel. Wat wil je? Wat wil je? Ik ga laten zien hoe het eruit ziet. Hier zit hij. Daar staat hij. Dat is trouwens de penguin onesie daar is op de grond. Nou, hier staat hij. Bink? Binky. Bink. Psst. Kijk wat ik doe. Binky, kom. Kom. Kom maar. Ja, dit is echt vreselijk. Vind je echt een vreselijk beest. Ja, nee, stop gewoon. Zo vervelend. Binky, kom. Zo is het.
En niet anders. Wat is er nou? Dat is al vervelend. Kom, kom, rustig. Doe eens rustig. Ik heb een idee, ik ga hem verblinden. Ik ga iets over hem heen gooien en dan kan hij niks meer zien. En dan raakt hij in paniek. Rustig. Kom nou. Wat doe je nou? Wat ben je nou? Je bent eerst pis je op mijn bed en dan ga je ook nog boos zijn. Wat is dit nou? Dit was zo'n dom idee ook. Kom. Nee, blijf rustig. Ja, nu zit je rustig. Ja, zoek het dan maar uit. Ga dan maar lekker op de vloer lopen de hele tijd. Ja. Kijk, is dat wat je wil? Is dat wat je wil? Wat is er nou? Wat is er? Hij bijt niet door, maar het is wel heel vervelend. Wat moet ik? Wat moet je nou mee? Hey, Basie, doe eens rustig. Hey, rustig. Doe eens relax. Ik wil niet spelen. Nee. Ja, nu heb ik hem. Ik heb hem bij zijn halsmandje. Normaal is die niet zo. Oké. Nou, doe eens rust. Doe eens relax, gozer. Wil je naar beneden? Nou, dan gaan we naar beneden. Ik breng hem even naar beneden. Ik probeer ook gewoon een keertje iets leuks te doen. Ongelooflijk. Mensen denken nu ook gelijk dat ik mijn hond mishandel. Dat is niet waar. Rustig. Hij is gewoon... Soms dan wilt hij spelen en dan... Hij kent het verschil niet tussen blaffen en gewoon krijsen. Dus dan gaat hij... Yes! Yes! Oh mijn god. Jezus, wat gebeurt hier ook? Heb ik een agressieprobleem? Ja. Goed, dat is duur. Ik weet het ook niet. Oh jee, mag. Hallo? Ja. Gaat het? Wat ga je aan het doen? Hallo? Hey, Arman, jij weg bent. Hoe gaat het met hond? Goed? Alles is kut. Maar mag ik jou wat vragen? Ja. Wat is hooi in het Frans? Bonjour. Zo! Laat me. Wat dan? Hey. Nou, ik hoopte eigenlijk dat je wie zei en dan was het we are going on. Dat is ja. Yes. Ja, nou ja. Yeah. Yeah. Wouter moet zijn Frans nog even beter. Wouter, ik heb gelijk. Wouter, wat is het? Hey. Nou ja, wat is ja in het Frans? Ik ga helemaal los! Wie? We wat is die joker aan het doen, joh? Hey, Wouter! Hey, wie zegt dat? Ik, Roy. Hey, Roy. Oh, god.
Oh. Ja! Beetje! Hoi! Ah nee. We hebben een donor, misschien hebben we meer donors. Ik heb helemaal niks gehoord. Oh jee mag joh. Ja, we hebben een nerdertje van Dion Klaas. Enorm tof. Het is echt insane. We hebben 1100 mensen. Wat doen jullie allemaal hier? Hallo. Wat enorm leuk. Leuk dat we hier zo allemaal zijn op de internet. Nog 15 likes hebben we de 1000. Dat is wel echt insane. Yo. Gaat het met je? Jij vloog volgens mij uit de maan. Wat? Ja, ik heb niks gezien. Fucking alles is kut. Hey. In mijn hoofd heeft een hond op mijn bed gepist. Ik was een basisvriend van mij. Loop even mee. Hoi, Joker. Loop even mee. Joker, altijd als ik van jou hoor, dan ben ik blij. Is dat Jan? Wanneer mag ik jou een keer prikken? Joker, liever niet. Dat klinkt heel vies. Ik vind jou echt, echt lief. Maar hij wel een man van man valt, Herman. Grote bedankt. Wie? Wie valt op Herman wel op man valt, dus jij kan wel. Gozer, luister. Ja. Ik denk van, hé, ja, leuk joh, 9000 subs, ik haal mijn hond naar boven. En in de eerste 2 minuten dat hij hier zo is, pist hij op mijn bed. Daar ben je. Wat? En het lekt door mijn deken, op mijn dekbed. En dan zet ik hem op de grond. Kut. En dan gaat hij heel hard tegen mij zitten blaffen. En dan kan ik hem niet pakken. Ja. Ik heb net 20 minuten achter mijn fucking hond aangezeten op stream! Wat mooi. Het is echt helemaal kut, ouwe. Ik krijg allemaal hondenexperts op mijn dak van ja, dat is geen gezond gedrag voor een hond. Nee, dat weet ik! Die hond heeft autisme of zoiets, weet ik veel. Dat is niet goed, hè. Komt ook wel liep vol. Ik weet het niet. Gaat dat trouwens nog door wat je gisteren zei? Wat? Van 24. Ja, waarschijnlijk wel. Dat is fucking funny. Ja, dat is echt heel funny. Ja, daarom, hoe droog zou dat zijn? Dat zou echt heel grappig zijn. Ja. Maar jij hey, niet grap. Kom, weet je waarom? Nou? Jij niet geloven ik hier ben. Oh ja, je bent er echt. Ja, ik wil net zeggen, jij zit eerst allemaal tegen mij. Waarom Jan ligt niet tegen kijk, vrienden? Kijk, ik kijk ook van over toe. Kijk, oh, al. Hey, je kapsel en al. Zo. Ja. Super dank voor de euro, Dion. En we hebben 3 euro van Vissecom 11. Dankjewel voor de 3. En er staat bij. En er staat bij gefeliciteerd met de 9k. Super bedankt. Super tof. Dankjewel voor de 1 en dankjewel voor de 3. We hebben heel veel hartjes. In de shit. En we hebben de 1000 likes. Super tof. Dank jullie wel. Ik zeg dat je dit was. What the fuck? Voor een onverwachte stream is dit echt insane. 1100, het is echt ongelooflijk. 1100 kijkertjes. Het is echt super tof. Super tof, super bedankt. Super bedankt alle dono's, alle simpen. Lieve berichtjes. Hoezo? Zij wou mijn vriendinnetje worden. Ho ho. Wie? Nou ja, ook andersom. Shiva wil. Shiva. Ja, ja. Hey jongens. Hey. Nee, ik ook niet. Marcus. Ja? Heb jij je auto verkocht aan Toos? Hij is zoekend gedaan. Ja. Moeten jullie horen, hij heeft gisteren een auto van 400.000 gekocht. Jongen! Hoezo? Dan krijg je wat ga je verkopen! Dat is toch gul? Nee. Marcus, je hebt een basic outfitje aan. Nee, dat is onze outfit, lul. Hey, grat. Ik krijg dat ding niet kapot. Hoe is het? Dan moet je wat harder. Mag... Met mij ook. Ik ga wat verder. Ik ga verder. Wat verder? Nee, dat is een probleem. Jan. Wat? Jij moet ook een mooie naam krijgen. Naam? Ja. Ik heet Gerard. Dus dan heet jij... Jin. Ja. Janneke. Ik heet Jin. Janneke. Jin. Jip zonder en Janneke. A. Jin. Nee, Jip en Janneke. Hé, hey, dat is mijn fiets. Mijn fiets. Zo, dat was goed. Dat was echt een realistische geel voor Jan, iemand die van een fiets werd getrapt. Ik ga even een aanbeveling schrijven. Jan? Dank je wel. Wat slecht. Jan? Ja? Ik vind al zei dat je fucking... Meestal van door moet, ja? Is goed. Grote bedankt. Maar je binnenkort nog een keer voortzet, ja? Ik ga met je mee. Ik wil deze avontuur beleven. Tot snel. Dag. Dag. Ik heb echt een grappig idee. Ik doe mezelf pijn. Nu. Oh mijn god. Jongen. Marcus, dat is wel pushy.
ik heb echt een goed idee. We gaan als hond arpieren. Ik maak geen eens een fucking grap. We gaan als hond arpieren. Dan ga ik jullie gewoon gelijk laten zien. Gewoon even een heel klein stukje behind the scenes, als het ware. Behind the scenes. Dit is een beetje hoe je snel op locatie komt. Ik ben natuurlijk Staffy zo. Slash noclip doet. Dan kan je in principe gewoon over de hele map vliegen. Dat is super tof. We gaan ons eventjes veranderen in een dier. En ik heb al geweldig iets in mijn hoofd. We kunnen als dier natuurlijk heel veel minder. Komt-ie. Wat dacht je hier zo van? We gaan als hond arpieren. Dat is oprecht grappig. Even kijken hoe lang, maar we zien het wel. Oh jemig. Je doet wel hele gekke emotes. Kijk, je kan als een hond ook T-posen. Het is allemaal een beetje... ja, het is natuurlijk niet helemaal bedoeld, de emotes voor de dieren, maar... Ik hoor mijn vader aankomen. Hey. Het is erg. Niet de kussen ook. Nee, mijn kussen niet. Nee. Ja, echt hier zo. Ja, het is echt gezeik. Ja, jij kan ook beneden slapen vanavond. Op je zadenkamer. Moet je zelf weten. Ja, het is net wat jij fijner vindt. Jij moet gewoon de hele week werken. Wat? Ja. En ik wist het ook al dat hij dit ging doen. Ja, ik ook. Ja, het is zoveel gedoe. Ja, ik dacht dat is leuk. Nou, dat is toch even goed dat mijn deken hier zo op liggen. Heb ik toch gewonnen. Hallo. Oh. Hey meneer. Hallo. Hey, wat? Kijk, zie je deze hond ook? Wat tof. Meneer. Wat gaat er? Wat? Vaf! Ja, die heb ik hier. Hoor je me of niet? Ja. Wat dan? Oh, wat een schatje. Ben je? Oké, laat zien. Hé, kan iemand instaan voor die hond dat hij mij niet gaat bijten? Jo. Kom, ik wil hem aaien. Mag dat, denk je? Jullie, pas wel. Mijn vader, jongen. Zo. 1200 kijkers, waar komen jullie allemaal vandaan? Wat gebeurt hier? Hey, ik ben het. Hey. Mag ik hem ook aan? We kunnen natuurlijk niet praten als hond, maar we kunnen wel... Oeh, sorry. Niet zomaar weer hondjes draaien. Wat een mooi hondje. Wat? Dat was het niet, die andere guy die wil de hond kopen. Ik wil hem als huisdier hebben. Ja. Kom hond, woef woef. Kom hond, woef woef. Nou, dat gaat niet werken. Is het een verdwaalde hond? Cookie! Ja, ik denk dat hij vertrouwd is. Die hond is niet goed, jongen. Dat is een valse Yuko. Je moet hem laten inslapen. Jongen, stop met mij slaan, jongen. Ik zweer het. Kom, hondje. Ik neem je mee met een snoepje. Deze man slaat mij. Deze, de hele tijd. En die hond ook. Ik neem je mee met een snoepje, kom. Deze man, hier. Nee, deze. Hier, deze. Jongens, laat het gewoon gezellig houden.
Wat een lief hondje. Hey! Dankjewel. Ik ga die gozer trappen. Hey, Gijs, ik doe niks. Gijs, stop. Hey! Hey, ik heb een melding gestuurd, man. Bas, jongen. What the fuck? What the fuck? Ik ga pakken. Moet ik hieronder? Nee, kut. Kut. Blijf staan. Waar is die? Hey, die hond bij twee keer en hij bent dan bewust van. Hondje? Ik ga hem tak geven. Oké. Hondje, kom. Rennen! What the fuck gebeurt hier? Pak hem! Blijf staan. Pak maar. Gooit, stop. Ik ga stoppen. Dat is letterlijk in-game, hè? Laat hem maar wat afstand nemen, die hond is gevaarlijk. In-game. Ja, die beet me één keer, hè. Ik heb gelijk een hele wond. Ik ben bang voor deze hond, doei. Nee, hij is keileel, kijk hem piepen. Nee, heel gevaarlijk. Hey! 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 Pas op! Hey, als die mij probeert te bijten, stop! Hey! Hey! Kut hond. Echt, wat dan? Kut hond. Godverdomme. Wat zeg jij? Laat me raden, Brent heeft deze hond opgevoed, of niet? Vals beest. Vals beest. Oei, lekker dagoetje, lekker dagoetje. Lekker. Is hij dood? Sorry. Hey, ik ben trots op deze dagoe. Ik ga met die hondje staf, blijf staan, ik ga een snoepje geven. Ik heb een snoepje voor je, jongen. Kom, ik heb een snoepje. Goed zo, aanpakken die koeters. Aanpakken die koeters. Heel goed. Ja, mensen vinden dit wel leuk, maar het is wel heel goed om te testen of mensen wel een beetje kunnen roleplayen, zeg maar. Als mensen, ik had een keertje iemand die rende op mij af als hond en... Hoppakee. En die begon te roepen van Ewa Junkie hond. Zo, ik heb hem vast hoor. Ik heb hem vast. Kijk, en dat noemen ze nou zijn lieve hond. Ik kan niet maar bijna de schuis brengen. Oh, dat is super lief hoor. Daar heb ik zo weer geen. Ik heb al eens eerder een hond doodgemaakt. Ja, ik ben hier nog in de tweede. 49, 29 is de plan. Hey, die hond moet worden ingeslagen. Die hond moet jongen. Oh, jongens. Oh, jongens, even rustig. Hallo. Euthanasie, jongens, pak hem. Maat. Jongens, even afstand. Gaat hij de hond taseren? Rot op. Afstand. Gaat hij de hond taseren? Rot op, hoor. Waarom schiet jouw hand? What the fuck? Staan blijven. Hey, mag even staan blijven tegen hun hond. Die hond klap, jongen. Klap jou achterover. Hey, blijf niet van die hond af. Wat doe je doen, mijn boeien? Ik doe helemaal niks. Hey, heeft er iemand een riem bij je? Kom maar mee, hondje. Ah, damn hond. Ik denk dat hij dood is. Ik denk oprecht. Hij heeft hem. Taser hem. Idiot. Ja. Kut op. Pak hem. Aan de kant, jongens. Ik pak hem. 1-1. Aan de kant. Aan de kant! Wie roept dat zo? Aan de kant, jongens! Aan de kant! Ik pak hem! Wie zegt aan de kant? Ik, hier met Bart! Oh, ik ga hieronder. Hé, hey, dit is de hond van Yiman! Hey, jongens, even afstand van die hond! Even afstand van die hond! Even afstand van die hond! Laat hem af! Oh! Pak hem! Dit is onschuldig! Oh, mijn god! Ik ben benieuwd! Je kan ook niks! Hond, pak die precies! Pak hem! Van de kant, schiet hem! Hallo, what the fuck? Ik ben meneer Schoen! Blijf af! Niet doen! Hey! Hier! Even afblijven! Hij ligt! Nee, meneer! Ik ga voor alle mensen lopen, dan kunnen ze hem niet, niet tegen. Kom hier! Hey, snoetie! Blijf van die boom! Hey, wat doe jij daar, joh? Raak me één keer op, ik kleur ik je van die motor af, ja? Hey! Oké, ja, scherp het gewoon niet doen! Staan blijven! Wat doe jij? Het is een onschuldige vrouw! Hey, je bent ineens een stom als je nou ingeslapen wordt. Stop! Opdonderen! Ga naar de dierenkliniek! Meekomen! Auwe! Iedereen die kut doet, die bijt ik gewoon, fuck dat! We gaan naar de dierenkliniek! Ik ben wel bijna dood.
Blijf! Je hebt heel weinig stamina, je kan niet heel makkelijk worden. Blijf eens. Dat is wel leuk, maar dit zegt de kut om. Blijf! Steek hem neer. Blijf eens! Nee! Wat dit? Die hond deed het niet. Hé, laat die hond met rust. Je hebt hem geraakt! Alleen hij kan het tegen. Hij is niet te stoppen! Pak jullie vuurwapens! Pak jullie vuurwapens, hij is niet te stoppen! Hé, pik, niet die hond aanraken, maat! Niet die hond aanraken! Oh, dit is het! Hé, joh! Klaar nou, wegwezen! Iedereen weg hier! Wegwezen! Veel erg! 1400 kijkers trouwens, what the fuck? Doe even normaal, joh. 9036, what the fuck? Wegwezen. Pik, jij slaapt mee voor die laatste... Wegwezen, zei. Oh, joh. Gaan we matten, ja? Let's go, flik. Let's go, flik. Kom. Kom. Oh, kut. Nee, hot. Meneer, u kunt het niet doen! Dit kan niet, meneer! Meneer! Meneer, u breekt zijn nek, dit kunt u niet doen! Meneer, dat doet toch niet! U breekt zijn nek, meneer, ga dood! Dierenbeul! Dierenbeul! Auw! Dit is heel moeilijk ook af te handelen voor de politie, hoor. Dus als je gaat roepen... Dat komt op het nieuws! Slechte RP, dan ja, dat kan je doen, maar ik vind het niet slechte RP, het is echt... omgaan met echt een onmogelijke situatie. Ja. Help. Bel de dierenambulance. Als je ons nou eens gewoon ons eigen werk laten doen, kunnen jullie gewoon wegwezen. Eindelijk hebben die teringhond schiet er helemaal de get voor in, alsjeblieft. Ja, heb ik. Maar hak heel zijn hartstikke straf. Dag van de politieagent, want ik niet zwak. Wat een teringhond is dat, joh, echt. Hey, what's dit voor dog? Stap jezelf in. What? Kom hier. Dutch, goed. Wegwezen. In slapen, ja? Wegwezen. Dat is lekker vriendelijk. Ja, dat klopt. Als ik nu instap dan... Dan kan jij ernaast. Ah, meneer, ik zie dat u mijn hond heeft gevonden. Ja, meneer Van Blakkers. Nee, oprecht. Ik heb hier een bewijsje. Ik kan hem wel meenemen van de vier. Nee. Hij gaat even naar de dierasiel. Heb je een riempje? Maar, nee. Hey, hallo, dit is mijn hond. Nee. Waf. Hier, blaf twee keer als u mijn hond bent. Nee. Hier, ziet u meneer. Goed. Ja, zie je. Rick, ik sta de route. Even bij hem. Hey, nee. Oh, tuurlijk. Overvol in Daverland heb ik weer. Heb ik jou in de auto? Goed. Hey, fijne wandeling, hè? Ja, het is heel goed. Billen? Waarom zit er iemand billen te spammen in de chat? Wat is dit? Waarom zit er iemand billen te spammen? Ga eens weg. Ik hoef geen billen spam. Doe even normaal, man. Ik zit even te denken. Wat is een... Wat kunnen we doen? Doe eventjes... Een beetje HP bij mezelf, anders dan ga ik niks overleven nou. Hoor. Eigenlijk kunnen we nu niet als hetzelfde dier, dat is een beetje het probleem. Als we nu als datzelfde hondje weer naar Blokkenpark gaan, dan... ja, dat is echt drie keer niks. Want... Fictief! Zit ik nu natuurlijk gewoon een dierenasiel. Dus iedereen zit nu billen te spammen, waarom? Als dat is. Mensen, joh, echt serieus.
Het is ook wel funny om iemand te zien zeggen: stop met die billen spam. Of zich wel grappig. Nee, stop even met spammen. Nu is het alweer goed geweest. Het is nou wel even grappig geweest. Hè? Maar, Het is echt helemaal kut dat mijn fucking bed, dat mijn hond op mijn bed heeft gepist, maar ja. Yeah. Slang, ja. Zou kunnen als slang, maar I don't know. Is echt insane, man. 9000 fucking abonnees. Dat is echt ongelooflijk. Ik werd gebeld door een anoniem nummer. Daar heb ik zo'n hekel aan, joh. Dat vind ik echt vervelend. Dag billen spam, hallo Tieten. Nee, we gaan even niet spammen. Stop, 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 stop. Afgelopen. Stop, we gaan even niks spammen. Gewoon even leuk, doe even leuk chatten, joh. Doe niet zo kinderachtig. Ja, als koe heb ik wel eens een keertje gedaan dat ik als koe op Blokkenpark liep. En dat ik deed alsof ik ontsnapt was van een boerderij, zeg maar. Kunnen we wel een keertje doen. Maar, ja, weet niet. Nu niet zo heel veel zin in. Ik ga gewoon nog even als Jan naar Blokkenpark. Even een beetje... Is dit Lamar? Van de story? Oh nee. Ik word gebeld. Door Marijn. Hallo? Hallo, met wie spreek ik? Is dit Jan? Ja. Jan? Wat is het? Oh, wat is er? Ik had net ook. Ik had net die privé bellen. Ja, ik vind anoniem vind ik zo vervelend. Ik heb dat ook niet aanstaan dat doorkomt, zeg maar. Dus ik krijg geen notificatie. Ik word trouwens ook gebeld in game. Hallo? Wil je? Jij gaat door. Mag ik bellen met degene die belt? Dus je hebt mijn banden lekker gestoken. Alle vier. Yep, dat klopt. Waar ben je? Blokkenpark. Waar? Zijkant. Ja. Waar? Zoek me, bitch. Zoek me. Wacht, oh. Marijn, ik hou van je kusjes. Webpagina even openen. Wat zeg je? Ga ik niet doen. Ik open wel even mijn webpagina. Nee, dan mag je even de wachtkamer joinen op de Discord. Nee, ga ik niet doen. Oké, dankjewel. Dat ga ik niet doen. Oprecht, waar ben je? Ik ben gered. Wacht, sta jij hier nou? Je lult, dat heb je gezien. Nee. Echt niet? Ik stond er aan de overkant. Ik beloof het. Mag ik rijden? Nee! Oh ja, jij mag. Nee! Oké, hey, ik kan best wel rijden. Ja, ook met deze auto. Yo. Toch wel met deze auto, dat is één. Ik kan niet instappen. Je hebt scheetje gelaten, wat de fuck? Ja, nee, kijk maar de tocht. Waarom? Dan krijg ik uit voorhoofd. Waarom jij hebt scheet gelaten, wat die fuck? Dat was het toen normaal. Het is zo dom! Het slaat zo nergens. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ik bedoel, Goebert, zoals jij zou zeggen. Goebert. Zeg ik dat? Heb ik dat gezegd? Jij hebt wel eens Goebert gezegd. Wij zitten nooit met z'n tweeën in de auto, hè? We zijn sowieso nooit met z'n tweeën. Altijd ik weet niet, altijd als wij samen anders. Zijn. Nee, altijd als wij samen zijn, is er iemand anders bij. Ik heb nooit privé-tijd met jou gehad. Maar ik vind je leuk. Gozer, stop. Ik hou van je. Als je op mannen valt, dan val je niet op elke man die je tegenkomt. Dat is niet hoe dat werkt. Stop! Dat zeg ik toch ook niet? Nee, maar... Ik hou van jou. Nee, ik niet van jou. Jij bent nu echt mijn type. Hoezo? Ik ga kaal voor jou. Ga je echt kaal? We gaan nu naar de fucking kapper. Je baard ook, hè? Nee. Dat ben ik een skinhead. Oké, dan mag je kiezen.
Nee, in de week al was ik kies trouwens. Ja, gewoon mijn koep zelf natuurlijk. Pas op hoor, want wat? Bomen. Oké, okay. Stoer. Wanneer? Maar hoe is het? Even serieus, hoe is het? Nou ja, met jou? Ik ben benieuwd. Gozer, kan je niet gewoon normaal antwoord geven? Ja, ik zeg ja met jou. Ja met jou? Ja is geen antwoord op hoe gaat het. Hoe gaat het? Ja, met jou. Dat zeg ik ook altijd, maar het is geen antwoord. Dus nee, dat nog klopt. Een keer. Hoe is het? Hoe is het? Hoe is het, jongen? Ja, goed. Met jou. Ik miste vandaag een videootje. Mag ik eens een Ja, klopt. Ik wil even een intellectueel... Mooi man dit. Ik wil even een intellectueel gesprek hebben met Jan. Oké. Kijk, ik wil vanaf nu geen... Ik wil een minuut lang geen gekke dingen uit jouw mond horen. Oké. Vanaf nu. Oké. Maar dan moet je al praten. Oh ja, nee, goed. Hoe is het met je, Jan? Ja, wel goed, Goebert. Hou op, echt. Wat kut. Het is echt kut. Ja, het is kut. Dus je gaat kaal? Ik ga niet kaal, jongen. Wil je alsjeblieft ook een baard nemen zoals ik en kaal ga? Ik heb een snor. Ja, maar dan ga je ook een baard nemen. Nee, ik neem niet zo'n vieze baard, godverdomme. Ja, kom alsjeblieft, dan ga je ook kaal. Nee, ik ben niet zo. Dit is de eerste keer dat we met z'n tweeën op stap zijn. Ja, dus dan moet ik gelijk kaal, rot op. Wat is dit? En een baard, ga weg. Ik wil een kale Jan zien. Kale Jan met snor. Dan lijk je op mijn oom. Vier. Ali. Wacht, Ali Straat? Nee, mijn oom heet echt Ali. Echt? Ja, Ali van Plakkers. Nee, hij is Oer-Hollands, hij heet Ali. Zijn vrouw heet Alle. Was een leuk type is dit. Hey. Gorgeous, ik ben nooit kaal geweest, hè. Wat? You look like someone that knows what they want. Mm, I like that. Leuk, wat vind je van mijn kale kaps? Ja, heel goed. Nee, wacht, 1250 kijkers, ongelooflijk, joh. Wacht. Oh, meeuw. Hey. Ik heb je eventjes... Oké, nou ben ik wel een beetje klaar mee. Deze gozer zit al de hele tijd te spammen. Weet je, wat jij mag? Je mag even een lekker time-outje even normaal doen, nou. Shot the tyfus. Good to see you. Hello. Yo. Buddy. Ja, dit ziet er goed uit. Nou, doe het zo af. Ik echt even lachen. Let's have a look-see. Stop. Stop, je helm. Nee, het ziet er niet eens heel slecht uit, dat is het erge. Weet je dat ik zo, nu jij kaal, alsjeblieft, ga ook kaal voor mij. Gewoon, weet je hoe lang het duurt voordat Rasta is aangegroeid? Dat duurt echt jaren, volgens mij, tegen de tijd. Dat duurt jaren. Dan ben ik al dood. Ik ben al eens eerder kaal geweest. You are such a pleasure to work for. I could do you all day. Nee, wacht. Nee, niet in mijn masker knippen. Nou, zo, het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. That was fun. See you around. Het ziet er niet uit. Alsjeblieft, Jan, dit kan niet. You look ready for a makeover. Wat heb je gedaan met me? Dit kan niet. Je hebt me geruïneerd. Ik wil je nooit meer zien. Ik wil mijn ouwe haar terug. Ik had het. Nee. Heb je nog ergens een. Heb je nog ergens een zwabbertje liggen of zo? Zo'n. Zo'n dweil. Dat lukt zo'n mop die stok eraf. Ja! Ja! Zwart op zo'n. Nou, dat is sowieso het hele idee van. Ik weet uit mijn hoofd welk nummer het is, dat is ook wel erg trouwens. I love the outfit you have on today. Gorgeous! Gorgeous! Nee, maar je moet kaal blijven. Je moet kaal blijven. Nee, ik moet helemaal niks, rot op. Alsjeblieft. Nee, niks. Als jij kaal blijft, doe ik mijn baard af. Beautiful. Oké, dat boeit me echt niks. Dat maakt mij nou uit of jij je baard aan hebt of af. Oeh, wacht. Oeh. Wacht. Doe, okay, doe hem nu eens af, één keer. En je bril ook. Oké, wacht. Nee, wacht. Doe eens.
Wat is dat baardje? Die ga ik ook veranderen over. Sikkie. Let's do this. Wat gebeurt hier? Ga je zaterdag ook met Makkers mee? Als, als Max zaterdag 24 uur live gaat, dan ga ik zeker mee. Mijn favoriete baard. Jongen, maar nu moet ik helemaal dit doen om mijn baard... Ja, weet je, prima. Mijn favoriete kleur even kiezen. Yes, maak er maar wat van. Nou, bedankt voor je auto in ieder geval. Nee! Jan! Ik maak een grap. Ik maak een grap. Ik bedoel... Wat? Nee. Zij is Sander? Nee, ik zei Sweeper. Oh, ik dacht... Nou, god, fuck. Ik wil gelijk op boos worden. Kan ik dat eten? We are gonna have some fun. Doe eens alles af. Alles af. What the fuck? Je lijkt op Gargamel van de Smurf. Gargamel, oké. Okay. Ik doe wel mijn baard op. Ja, oh. Dus alsjeblieft doe die op. Zo. Ik denk dat ik er zo uitzag toen ik net zeg maar en toen ja, weet je? Ja. Doe die kutdeur eens open. Oh wacht, die zit op slot. Ik kan er niet in. Je moet even op de dingen in zitten. Nee, je moet eventjes. Ik heb er. Je moet even eruit en dan weer in de bestuurder. Anders kan ik gewoon niet instappen. Vast. Waarom ben je zo vermoeid mee? Ik kwam net die hond tegen. Oh ja, die kuthond. Ja. Hij is dood. Ja, ik had hem bijna dood. Is hij dood? Dood. Dood. Nice. Jezus. Fuck. Oh je, oh je. Mijn deur moet dicht. Doe me dicht. Kijk je wel. Wacht. Oh, nee. Oh. Ik vind je echt vreselijk. Oké. Okay. Zo. Hij is dicht. Hij was al dicht. Je kut gewoon om, ik zweer het. Waarom ben je zo vervelend altijd erbij? Alsof je fucking... Alle dingen uit je... Gewoon... Je wordt in één keer weer vier, ben je. Ja, alsof jij niet mentaal vier bent. Ach, hou je mond. Het is toch op dit moment ben ik mentaal volwassener dan jou. Ben jij? Weet ik. Oh. Stoel. Oh. Ik heb wel een kaal voorhoofd. Misschien weet je wat onze shipnaam is? Nou? Jakkes. Jakkes. Of... Man. Makken. Gewoon man. Man. Jakkes vind ik wel leuk. Man Klompus. Even kijken hoor, hier passen we. Man Klompus. Ik vind man en jakkes vind ik ook leuk inderdaad. Jakkes. Man. Ja, maar met man, dan snapt niemand het. Man. Hallo, maar jakkes trouwens ook niet. Hey, ouwe hey. Kerel. Sorry. U bent rijk. Heeft u voor mij geld? Spraakzaam. Hou ik van. Hij is een beetje boos op mij. Ik heb zijn zoon en zijn dochter bedreigd. Wie is dit? Dit is een van de Carters. Bent u niet, bent u Bruce Carter? Nee joh. Of Brian, of Ashlyn? Ik hoor hem ook gewoon niet. Of ligt het aan mij? Ik hoor hem ook yo, niet. Yo, tranqui man. Ja, er is nog een kale bad. Mijn excuses. Zo geen beter. Probleem meneer. Ik vergeef het je niet. Het is Bruce Carter inderdaad. U heeft een fijne stem. Dank u. Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen. Hoe heet u? What the fuck? Bruce. Hoe? Bruce Wayne. Willis. Van Batman. Oh, die getente man. Oh nee, het is Tranky. Oh. Hij heeft mijn motor genapt, man. En u bent is Tranky, ja. Heb jij probleem met Tranky? Zijn naam is Kakkes. Wacht ik allemaal even. Zijn naam is Makkes. Hij is, ik weet niet, hij is een beetje raar.
Oké. Okay. Vind je het nog steeds nodig om met uw theedoek op uw hoofd te lopen? Ik ga jou dop maken. Maar zijn kakkers okay. En... Oh, ik bedoel kut, nu heb ik het verpest. Wie is dit? Heeft ze nog wat tijd? Hey, Tinky Winky, stop eens! Sorry, wat zei je? Heeft misschien de tijd en datum voor me, dan zal ik hem alvast inplannen. Binnenkort ga ik uw dochter weer bedreigen. Nou, veel succes ermee. Hé, welke van de twee? Krapt over kaal hoofd. Die andere. Ja. Hey, Tinky Winky, stop eens. Winkel. Oei! Hallo. Wat? Hallo. Ja, ik wil wel iets zeggen, maar dat doet niet. Nee, gaat nog niet zo goed met mensen beledigen, met samen met jou, met voor mij dan. Nee, die kale batsen op mijn plek. Ga over een andere kale batsen de hoofd te aaien. Wacht, meneer! Nee, twee kale batsen. Maak er maar drie van. Ja, toch? Dat vindt hij fijn, die Henkie. Ja, is lekker. Hankie bedoel ik. Het is volgens mij gewoon drankje hoor, meneer. Ach, ik heb zo'n hekel aan die Henkie. Ik ga binnenkort een liedje maken met die Henkie. Je gaat een liedje maken met Henkie? Dan Nee, waarschijnlijk niet. Misschien doet dat toch wel even. Henkie en ik zijn allebei een beetje lui. Dat klopt. Deze sukkel zegt gewoon ik lijk op een aap. Is hij helemaal gek geworden. Wat? Wie? Hij zegt ik lijk op een apenschedel ofzo. Apenschedel wie? Zie die apenschedel van hem jongen. Kijk. Jan die praat alleen maar over poep. Waarom jij doet zoiets? Eigenlijk. Ja, ik ben net 2 dagen en ik voel me niet veilig. Eminem, rap een bitch voor mij. Rap een bitch voor mij. Eminem. Kijk Jan, ik ben een sneeuwpop. Hey Eminem, ga je lekker jongen. Jan! Ja. Ik ben een sneeuwpop. Het is echt vreselijk. What the fuck is dit? Hey, wat een mooie sneeuwpop. Wat vind je van me? Als een verstopt postuur. Eerlijk, je kan hier gewoon letterlijk in verstoppen. Als ja, kijk, zat. Ik ben weg. Ik ben een sneeuwpop. Oh, je bent zo niet grappig, het is echt vreselijk. Je hoort hem gewoon lachen, hij wil hem gewoon niet toegeven. Wie? Jij. Mij? Het is niet grappig. Moord zelf plegen. Waarom moord jij... zelf? Wat? Meneer. U bent lullig. Oké. Nope, hij is afgetakeld. Meneer. Nee hoor. Goeiedag meneer Klomp. U bent ook lullig. Ja. Ja meneer de agent, ik zie het al. U bent corrupt. Sorry kut, ik wilde een guzenmail geven. Guzenmail. Guzenmail afgeven. Sorry meneer. Sorry. Nee, ah! Ik schiet het uit. Aangerand. Kut, ik wou guzenmail geven. Wat de fuck. Nou, hier heb je het antwoord, Nou, daar is hij hoor. Nee, yes. Toevallig. Nou, dan gaan we eens even die, al die auto's een bekeuring geven hier zo. Hallo, meneer de agent. Ga je nog wat doen? Even normaal doen, alsjeblieft. Ik? Ja. Ik ben nu billen likken van de overheid of zo. Wat doe jij? Nee. Wat stuur je? Ja. Tube TV. Jij kan inderdaad. Ja, fijn dat je gelijk verborgen bent. Want dat slaat echt helemaal nergens op. Namelijk. Jemig. Daar kan je ook. Dat je niet uitziet. Mensen zijn nee, daar. Die blauwe auto. Mag ik naar het bureau gaan? Oh mijn god, er staat iemand op het gebouw! Doe hem eraf! Ah! Wacht. Doe hem eraf, Jan! Kom! Nee, niet eraf duwen. Nee, we gaan hem helpen. We gaan hem helpen. We gaan hem redden als de NWSF. Uitdienst. In de koffer. Er komt gelijk politie, hè. We gaan hem helpen. Fuck de politie. Duwen eens gewoon van de trap af. Guus, ik heb altijd van je gehouden. Ik ook voor jou, Jan. Trankie. Leuk dat we hier zo nog zijn. Doe even nog een duimpje. En abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. Volg me even op Insta. We doen het echt bizar met volgers. We hebben volgens mij 2700 volgers. Het is echt insane. Daar zou je het snel zien als er iets van een update is over. Weet ik veel dat ik niet... Weet u hoe het voelt om die wind over je kale bas door je neus... Oprotten, ik fix het wel. Hey. Hey.
Oh, die wil ik me eigenlijk wel eraf slaan. Nee, meneer, niet gaan springen. Ik bied je al 2000 pof aan in Mozone. Meneer, als je niet springt. U weet hoe het is om koud te waarom zijn. Waarom jij wil springen, jongens? Zit. Nee, zeg maar niet. Heeft u ooit van Jakkes gehoord? Jakkes? Nee. Dat is onze shipnaam. Dat is onze shipnaam of man. Jannemak. Jakkes. Die is goed, hè? Weet je wat onze shipnaam is, Guus? Okay. Yeo. Nee. Oh nee, nee, Juus. Juus. Gewoon Ju. Gom. Guun, Guun. 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 Ruiken jullie dat? Dankie, later stankie. Nee, dat is niet waar. Niet zomaar op mij schuiven, bro. Nee, dat is jawel. Niet waar. Jongens, zou ik zo doen? Ik kijk het daar vandaan. Trouwens, ik kom een shitload aan politie aan, Max. Dus, backflip. Er komt een shitload aan politie waarschijnlijk zo met daarboven. Oké, maar dit is voor een video. Zal ik eens even kijken? Ik neem dit op. Hier heb ik de camera neergezet, daar. Oh, mag ik je eraf duwen? Dit is voor TikTok. Nee. Oh ja, dat van die mensen die daar op gebouwen lopen de hele tijd. En dan, ja, daarom. Zeg maar, in principe gewoon mensen vragen om dood te gaan. En dan uiteindelijk ga je dood en dan is het heel erg zo. Als ik een salto doe en het lukt me. Krijg ik dan, van wie krijg ik dan 10 euro? Oh, wacht! Je krijgt van mij. Oh, dan komt de politie aan. Oké, okay. Oh, nee. Voor TikTok filmpje. Aan de kant, Jan, ik ga zelf te doen. Voor je TikTok, doe het voor TikTok. Nee, doe het voor de views. Hey! Gozzi, doe ik mij er bijna vanaf. Ah, daar is de wout. Ik krijg het tientje. Wout. Jan, ik ga zelf voor, doe het niet. Jan, niet doen. Jan, niet doen. Wat zijn we hier aan het doen? Ja, wat zijn we hier aan het doen? Ons over. Hallo? Hallo? Gos hier verraad met elkaar. Jongens. Oh, jongens. Was die vent nou heen? Die op het randje stond. Is vind die niet. Andere kant! Hé, hij zit niet hier hoor. Laat maar. Ik heb al gekeken. Hij is eraf gesprongen. Nee, nee, dit is hem. Nee, dat meen je, Guus. Oh mijn god, hebben ze me fucking niet gezien? Oh, ik ben zo maar, wat zijn we hier allemaal aan doen? Ik voel dat het mijn fucking kont. Dat heb ik altijd, als er iemand heel close achter me aan zit, dan fucking nou, knijp ik mijn hele billen. Zal naar beneden gaan. Waarom gaat deze hele stream over billen en alles? Ik wil het niet weten. Ik heb een veter. Daar is heel kinderachtig. Ja, ja, kom. Allemaal naar beneden. Poep en scheet, hihi. Ja, gewoon. Dit is niet echt een gebied... Dit is niet echt het gebied waar je hoort zijn. Bovenop een dak. Voornamelijk onbevoegd, want ik krijg een belletje letterlijk van de bank hieronder dat jij ook meekomen. We gaan even op. Oké, bij deze. Iedereen. Waarom? Iedereen naar beneden, bij deze eerste vordering. ...1.2k likes. Ongelooflijk, joh. Kom eens even van die rand af. Wat? Kom maar van die rand... Ah! Oh! Maar jullie drieën allemaal naar beneden, kom. Nee, het maakt niet uit wat je hier aan het doen bent. Jullie zijn op onbevoegd terrein, jullie zijn op hoogte. Oké, nou ja. Andere twee moeten naar beneden. Dus, wat gaat er nu? En dat gaat om de meneer met de blauwe roze shirt. Dan gaan we naar beneden. Jan! Wat zijn je eisen? Wat? Wat zijn je eisen? Niks. Kom allemaal naar beneden. Ze willen dat je naar beneden komt. Waarom? Weet ik niet. Waarom? Ik ben Batian, de aankomende storm, ik leef hier. Jan, kom gewoon even naar beneden. Ik ben niet Jan, ik ben Batian. Noem mij bij mijn echte naam. Oké, okay, dan spring ik. Is goed. Jan, nee, Jan. Nee, ik spring niet echt, gozer. Ik ben niet debiel. Oh. Nee, ik wil niet. Jalle. Kom. Ik durf dit niet hier omhoog. Gozer, het is letterlijk de spatiespier. Ja? Ik ga je er nu vanaf duwen. Nee. Er gaat iemand vallen. Hier hadden we een keertje een gevecht met dat mensen. Een serieus gevecht, zeg maar. Daar heb ik iedereen vanaf geslagen. Dat kleine stukje. Echt, daarmee. Ja.
Je moet nog een kleine stukje erop. Ja, dat durf ik niet. Jawel. Nee. Tranky durft het, kijk, hoppatee. Ik durf het ook gewoon. Kijk, Tranky. Yo. Ik ken die man in het grijs niet, zullen we die eraf mappen? Nee, nee, ik maak een grap, we doen niks. Ik niet. Ik word gebeld. Wie ben ik? Ik ben Gijs de Boer. Ah, die muus, schreeuw. Hey, goh. Ik word bijna aangehouden, ik heb dus eigenlijk nog een verzoek tot open. Niet? Echt een verzoek tot, ik zit hier op Ik was weg. Ik ga mijn auto van de slot in, een rondje om mijn auto. De politie tackelt elkaar en ik rij weg. Oh, daar is ook nog een ladder, gelukkig. Ja, maar die rijdt echt zo. Maar blijkbaar werd ik dus nog een ladder. Je doet het goed, Guus. Dankjewel, ik was trouwens van het gebouw gevallen. Dat vind ik niet, daar moet ik niet om lachen, maar ik vind het wel grappig. Ik ook. Guus, ik krijg haar nog wel dot. Hallo meneer. Hey. Jee, mag 1330 kijkers, dat is echt ongelooflijk. Je moet echt vaak je chat lezen. Ja, klopt. Klopt. Het is alleen zo dat ik twee beeldschermen heb. Dus. Dat kan ik op zich wel doen. Maar, ja. Hé. Hoe is met iedereen verder? Ben ik zo dat ik zo lang weg was? Ik heb die dude. Ja, hij zit de hele tijd. Heeft hij het al over billen en alles? En ik hoef het even niet te weten. Normaal heb ik helemaal niks tegen billen, maar nu vind ik het wel een beetje vervelend worden. Mods, jullie zijn echt geweldig. Ik hou van jullie. Oh, Job. Komt ie. En op. Chat open laat op je telefoon. Oh, dat is een goeie, maar dan. Ja, daar heb je gelijk. Oh, dat is een goeie. Dat heb ik toen de tijd gedaan, maar. Hou laat maar, ik vat je verward. Kom maar. Ik zet hem gewoon open erbij, joh. Anders zit ik ook tijd naar de kijkers en zo te kijken. Naar. We moeten vluchten. Wat is er? Komt de politie? We moeten vluchten, kom. Komt de politie of niet? Nee, maar. We kunnen TikToks maken. Ja, dan toch het is erger dan de politie. Wat dan? We kunnen TikToks maken. Hey, die politie. Hier naar boven, alle politie. Het is erger dan de politie, Jan. Ja, ik merk het. Kom, Jan, we moeten gaan. Nee! Jan, dat klonk mannelijk. Zitten jullie te kutten met de politie? Jan, rennen. Rennen, Jan. Rennen Jan, dit is onze enige uitweg. Ik zeur het, help me. Oh! What the fuck? Dit is geen ladder, we zitten vast. Vast? Ja. Vast? Deze trappen zijn niet zo goed voor mij. Waarom kunnen help! We niet zetten? Help! Help! We moeten weer omhoog, nee! Ik heb maar één, er is maar één optie. De vuilnisbakken. Doe het! We gaan ik ga liever hetzelfde lot aan als Jan. Leef je? Oh! Jan! Oh man. Ik leef nog! Oh mijn god. Ik dacht dat ik zo ontsnap als Jan. Spijt me. Ik hou het Jan! Druk niet stop. Iedereen gaat ook dood, alleen wij hebben overleefd. Spijt me. Help. Oprecht. Jongens, we moeten al Jan spelen. Ik had beter voor je gehad. Sorry van die opmerking, moest even nadenken. Maakt niet uit. Het is goed dat je zelf reflectie hebt. Ik hoop dat Jakkes even aan een ander lot tegemoet konden. Niet dit. Ik hoop dat ik eigenlijk hetzelfde lot tegemoet kan. Hé, revive hem! Ambulance! Wie zei dat? Ik zweer het. Wie zei dat? Ik zweer het. Ik ga nu, hè? Ik maak niet eens een fucking grap. Wie zei dat? Meneer. Ja, Tranky doet. Jij bent de lul. Ik ben nog. Ja, ik ook. Wat een poepstem. Ja, dat klopt. Baas, praat eens even alsjeblieft. Oh, ik. Wat? Of ik bedoel, die gozer. Ik dacht dat je net over mij had. Ik heb echt oepsie. Tenminste, het goede lot, Jan. Help mij, Jan. Yo, Henk Slavens hier al. Hoi, Henk. Hoe heb ik... Jan.
Ik bel de ambulance. Lekker. Nee. Volgens mij is deze ongesteld of zo. Ambu, bel. Ambu. Stafstream, ja. Hey, kom even achter, blokpak, bank. Als ontsnapt de pand eruit de dierentuin. Ook wel grappig. Ik kom hier ook gewoon net de bank achter en ik zie gewoon 3 mensen op een hoopje liggen. Strankjesstaf, ja. Strankjesstaf. Ik heb allemaal lastig gebeld, jongens. Ambubel. Ja, dit ziet er lekker uit. Spijt me, Jan. Ik had hier met andere ik had in principe dezelfde situatie willen zitten, maar andere. Waarom gaan we altijd dood als we met z'n tweeën zijn? Nu weet ik weer waarom wij nooit met z'n tweeën zijn. Altijd gaan we dood op de een of andere manier. Dan fucking rijdt in één keer een berg af met de fucking auto. Het is inderdaad echt altijd... Dat is altijd weer iets anders doms. Ik heb het overleefd, echt wonderbaarlijk. Ja, je vond een viel op mij. Maak niet eens een grap. Oh. Hou je mond eens! Waarom mag hij niet kermen in pijn? Oh, help. God, kan ik jou niet meeslepen naar een ander plekje? Nee. Ja, is die kut ambu gebeld of niet? Ik sleep je mee even, ik trek je even mee, Jan. Nee, je trekt me niet mee, rot op. Jawel, ik lig hier. Ik kan niks. Hey. Jan, wie is dit? Hoi. Hey Rick. Hey. Rick, bel ambu. Ik heb de ambulance ook al gebeld, hoor. Bel ambu. Ik heb wel nummers van politierente. Ik bel wel even. Is zelfpromo hier toegestaan? Nee, nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Je huis ligt op je. Oh, Mr. Dutch. Dit is niet, ik weet niet wat hier gebeurd is, maar... Gaat het, Jan? Zijn wat containers over je heen gaan, Rob? Jun? Ik ga even mijn hoofd even huilen. Nee, zelfpromo is hier zo niet toegestaan, zeker niet. Kijk, als bijvoorbeeld iemand zegt van, weet ik veel, als iemand een keertje een fan-edit of zo heeft gemaakt, weet je wel, dan is het prima als diegene een keertje zegt van, ja, kom naar dit account voor die fan-edit. Maar als diegene dat blijft spammen en zo, ja, dat is inderdaad gewoon vervelend. Maar, weet je, zoiets is prima. Helemaal prima. Maar, ja, dat is bij iedereen weer anders, klopt. Maar nee, zelfpromoties is niet toegestaan, zeker niet. Ja, het ligt natuurlijk ook nog een beetje aan hoe, weet je. Op het moment dat iedereen, dat iemand roept, ik ben nu live, kom naar mijn kanaal. Ja, ga weg. Yeah, niet. About to get down. Ja, nou. Thank you, on the board. Politie wilde niet komen, je moet echt op de ambu wachten. Volg me op Insta, moest ze doen. Kijk, dat is dus gewoon zelfs wel. Het is gewoon vervelend. Maar ja, ze hebben wel een goede locatie uitgekozen om te gaan liggen. Dus ja. In het oud vel. Wat is er echt gebeurd? Ja, ambulance heeft geen prioriteit voor jakkers en man. Pjan. Waar ligt Jan ook zo nog? Is dit Jan? Oh nee, Jan gaat in zijn thuisland praten. Het is een fan. Jan ligt echt heel raar. Oh nee, het is te laat. Jan gaat is dit Libasols? Praten. Het is Libasols. Nee, Libasols. Moet je normaal doen, dat is niet... Bij ons is... Ja, klopt, sorry. Wat is het Libasols volkslied, Jan? Ik heb zo'n hekel aan dat als je dat doet. Waarom? Oprecht. Ik doe zo mijn best daarmee. Nee, dat is heel goed. Dit is goed. Ambu komen. Volg me op Insta, Sander. Zie je er niet zoveel zin in. Staat in de beschrijving ook. Ja. Zo. Maar ik kan ook. Jan. Daan, tot hoe laat blijf je hier op de interwebs? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Misschien dat ik zo meteen nog even 5M afsluit. Dat we gewoon een beetje op het internet gaan scrollen of zo. Ik weet het nog niet helemaal. Hallo. Even kijken. Wat weet je van mijn geluidjes, Jan? Heel goed. Dankjewel. Van Bami. Heeft hij nou een prullenbak op zich? Nee, lijkt me zo. Oh. Prullenbak. Mijn microfoon is een HyperX Quadcast. Dat is zieke handel. Ja, daar ben ik echt klaar mee. Groot crimineel Guus. Is de ambulance al gebeld? Ik ga eventjes
Even kijken hoor. Zo. Zo. Mijn haar zit ook weer niet vandaag. Het is echt ongelooflijk. Ik kan nog steeds niet geloven dat mijn hond op mijn bed heeft gepiest. Echt, jongen. Even kijken hoor. Oh, help mij. Ik krijg mijn nummer. Nee, we helpen je niet. We gaan ze heel van de kant. Oh, kut. Moet ik ook aan de kant? Nee, ik weet het wel. Meneer, gaat het een beetje? Oh. Oh, wil je ook mijn vast nummer, Guusje? Dank u wel. Ik heb je trouwens Guusje met een hartje genoemd. Oh, wat lief. Zo. Dankjewel. Ja, het... Ik doe zo, Rick. Je mokkertje? Rick Korst. Nee, dat was Raymond. Ramon, ja. Oké. Okay. Jen! Wat heb jij aan je? Ik zie je bij... Dit is nep M&M. Zie je bij Blok? Dit is dit is Malteser. Ja. Malteser op de beat. Pak even het injured loopje. Inka, kijk, ja, het is echt een senior. Maar. Ja, ja, dat zou ik ook doen. Ik heb helemaal geen wapens, joh. Ja. Hey. Gaan jullie ook mee naar het eiland? Hoi. Als jullie gaan, dan ga ik ook, hoor. Psst. We hebben alleen nog even... Nee, dat is oké. Oh, nee, dat komt wel goed, hoor. Dat komt wel goed. Nee, kunt u mij misschien een lift geven? Nee. Waar is die? Zullen we de Long Dark, Mike, binnenkort. Snel, zometeen, straks. Mm-hmm. Leuk, ik hou van jou, Mike. Ja, wat is er? Ik ben een lift nodig. Nee, maar ik heb al een passagier. Ga maar op deze. Het is Mike! Hey, gezellig. Mike, moet je zien, wacht, kijk, stap eens in en dan. Moet je de deur. Stap eens in en dan de deur dicht. Een mooie auto hebben. The fuck is dit? Ik stap altijd. Hey, Mike! Zie van. 400.000 euro! Eigenlijk had je dit. Zijn hoofd stikt uit. Jeetje, wat skeer. Dat zou jij niet hebben, Joker. Jij hebt zo'n kort nekkie. Je gaat er nou bij mij achterop dan. Sorry. Nee, rij weg. Joker, we meeten bij het tankstation Blokkenpark. Over 2 minuten. Stap uit. Hij is gek, hè, die gozer. Hij gaat het opblazen, dat tankstation. Ik denk dat hij dan een probleem heeft. Dus Jan. Ja. René, dit kan denk ik oprecht geregeld worden dat jij een kat kan spelen in Arkie. We hebben een meeting hier, met de Darkness en de Riddler. Wat? We gaan het hebben over Titan. Wat? Mason is terug. Oké, wacht, loop even mee. Hier wil ik even over babbelen. Ja, als die Joker hier soms in komt, dan blaast hij erin op. Ja, of draai anders gewoon om en ga gewoon weg. Die ik zei in mijn auto. Oh. Nee, hier! Kut. Is dat Mike? Volgens mij is het Mike. Ah, dat is Mike, maar. Is over. Dat is niet erg, tenzij die de Joker een lift geeft. Oh nee. Oh nee! Klim maar. Yo, dude, weet je wat ik een keertje heb gedaan? Het gaat goed bij ons. Oh nee, het is hem echt. Weet je wat ik een keertje heb gedaan? Drie agenten klommen hier zo omhoog, toen heb ik hier eens opgeschoten. De Meja. Ja! Zien als ik het nu sla. Het werkte niet, ik sloeg erop. Fuck. Oh, die zijn echt een lul. Oh, het is Mike, oké. Okay. Nee, kut, de Joker! Oké, wacht. Nee! Volg mij, Jan. Mike, vraag hem om een ballonnetje. Volg mij. Oh, hier! Wat? Oh! Oh. Bezig maar. Oké. Okay. Kom!
Dat kan oprecht, René. Dat kan wel geregeld worden, weet ik zeker. Dan moet Max met de kat trouwen. Dat is waar, dat is waar. Jij debiel, holle! Ben je gek geworden? Waarom ga je stilstaan? Oh! Ik kan niet... Nee! Weet je hoe intimiderend die gozer is? Ja, rijden, daar heb je hem. Hé, hey, toch te laat. Lol. Ja, bij het volgende tankstation. Waarom zeg je dit altijd zo? Je gaat dood. Jan. Jan, jij wordt ook nog een keer dood. Ik heb het al neergestoken. Wacht, wat zei die? Ik dat hij Lorenzo is neergestoken. Oh ja, boeien. Ah, dat boeit niet. Ik hou van Lorenzo. Ik hou van... Jan? Van Jakkes. Zullen we hier zo naar binnen? Dit is, nee, dit is echt heel tof. Oh, oké. Okay. Kunnen hier zo. Hey, bij het MWSF trainingscentrum. Dit is niet het trainingscentrum. Ja, maar we doen het ontsnappingsmaniertje. Je kent die natuurlijk niet, hij heeft nooit getraind. Hij heeft nooit getraind, hij is dom. Maar hoe weet je dat wij hier zijn? We wachten hier zo even. Ja, waarschijnlijk. Ja, nee, ik weet het niet. Ik doe even de Joker locker doen. Vuur! Olie! Olie! Brand! Pannenkoeken! Topper! Tof! Hé, hey, moet je luisteren, ik woon... Ik woon ook. God. Ik zeg echt wat raars in de chat, what the fuck. What the fuck? Ja, sorry, ik zag echt wat raars in mijn body chat. Ja, ik woon ook. Ik woon echt vlakbij een Mac. Okay. 5 minuten lopen. Oh! Oeh. Dat zou goed yummy zijn. Yummy. Yummy, 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 yummy. Hoe zou je heten als je meisje was? Sandra. Oh, Janneke. Oh. Janneke. Sandra of Janneke? Ik dacht Janet. 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 Gewoon. Janet. Pamflet. Twan. Stan. Robert Swan. Jan. De Mexicaanse versie van Jan is gewoon. Ik ben een beetje boos op jou trouwens. Dus hoezo? Hoef ik niet meer met jou te praten. Wat? Hoezo? Eerlijk, ik ben wel... Soms ben ik een beetje van ja, zijn wel echt maatjes voor het leven. Jij en ik, weet je nog toen ik de stad uit vloog en dat ik letterlijk hoorde dat je zei van schiet hem maar dood. Bloedzuiger. Bedoel je bij ja. Thailand? Kom maar vechten met u uit. Kom maar. Nee, dat is niet eerlijk. Ah! De biel. Au, joh, ik probeer het ontwijk. De biel, ook oh, kut. Lol. Oh. Lol. Ik ben verstopt. Je ziet er niet. Hier is geen ontsnapping aan. What the fuck? Hier op jou. What the fuck is dit? De Joker! Echt ermee, bukken. Kut. Nou, waar is die? Bukken. Hij is hier niet. Hoi, doe je. Nee! Eerlijk, ik had kaart weg kunnen rijden. Ja, dat klopt. Vroeger kon je andermans auto ook nog verven. Nee. Dat is echt heel groot. Ja, dat is echt wel leuk. Als een jaartje terug of zo, dan kon je elkaars auto. Dan continu werd elkaars auto roze geverfd. En in principe was het gewoon zo van ja, weet je, als je op slot staat, dan kan je er natuurlijk gewoon niet in. Dat is ook logisch. Maar soms dan had je zeg maar een foutje waardoor de auto niet goed op slot zat. Zeg maar. Oh, wat kut. En iedereen was zo heel boos. Heel boos. Wat snap ik als je auto ineens is... geel is? Ja. Is dat een jonge Gerard die ik daar zie? Kom deze mag. Joker! Joke! Is dat Joke bedoel ik. Oh jezus, hij heeft een echo. Jokeray! Je mag blij zijn dat je een dakraampje hebt. Ja, lekker hè? Ja, hij stak een beetje uit. Ja, die jongen. Waarom ben je koud? Hier is de Joker. Bloemenschotje aan. Ja, maar je zus, je gaat vandaag. Waarom ben je koud? Daar heb je plezier, denk je niet. Doe niet aan elkaar. Toch? Ja? Hé, mevrouw, wilt u ook mee vakantie? Huh? Ik heb gehoord, we gaan op vakantie naar een eiland, hoor ik net hier. Mag er wel weg. Hey, Marcus, bedankt voor je auto. En, mag er wel weg. Ja, laat het genieten van de stream, joh. Nee, je mag er gewoon wezen.
Ah, ja, ga ik regelen. Dat is ook goed, jongen. Wat? Gezellig toch? Ja, gezellig. Ja. We hebben alleen nog geen jongens, om single Jan. Single Jan? Waarom? Jan, Jan, ik moet even wat bij jou doen. Wacht even. Jongens, pak Jan. Hey, met z'n allen. Waarom? Ik moet dat altijd wacht doen. Even, wacht even, ik moet heel veel iets. Mevrouw? Nee, oh, man. Ik heb je Jan gered! Rennen Jan! Ik heb je gered! Wat doe je nou, man? Rennen! Help me! Help me! Help mij! Ik ben verstopt. Oh, wat? Oh mijn god, what the fuck is dit? Wat is dit voor gaaf? Kijk wat geen licht, joh, bloed. Ik denk al de nummer. Gozer! Sorry! Ik zweer. Sorry meneer. Ik kom verder eens, een fucking squeaker. Heel vervelend. Ja, laten we even niet allemaal vervelend zijn. Nee jongens, hallo. Je mag het ding lenen. Oh, wordt iemand je band wordt lekker gestoken. Je band wordt lekker gestoken. Doei. Stap op, Jan. Dat kan niet. Je kan niet op een kwad achter. Oh, sorry. Maakt niet uit. Snap ik. Als Harry op je andere kant mee. Ik zou gaan rijden in jullie auto. Hé. Ik zou gaan rijden in jullie auto. Volgens mij kun jij niet zo goed Nederlands. Wat is jouw jongen? Wat is jouw nom? Waarom jij weer weet, dan? Gewoon, sociaal. Mijn naam is al. Joker, stop nou eens. Wat bedoel je? We zijn goede vrienden. Hé, hey, jij kent niet, jij kent echt niet. Nee. Is die Lambo van jou? Ik was heel leuk met iemand aan het praten, Joker, dat is onbeleefd. Nee jongens, die Lambo is van Harry. Wat een complete chaos hier. Hey Jan, kan ik hier op met die skateboard? Kijk, nee. Stop eens met dat kut skateboard, ik zweer. Nee, we doen daar met z'n twee op. Nee, ja. Dus de achter kan je erop. Oh, meneer, u bent blij? Blij? Hij voelt zich kloten. Ik ben zo blij. Waarom ben ik blij? Wacht, hoor je deze gelijk mee? Dat ik hier kon komen. Kom met je ruimte. Hey, waarom ben ik blij? Naar deze mooie huizenlaan. Waarom zou ik blij zijn? Hallo Harry. Maar ik had echt nooit durven dromen. Alles kids. Hey. We gaan op reis! Godverdomme, ik heb ootiefus. Naar een paradijs! Ja, weet je wat daar tegen werkt in Oortief is? Een goed heet badje met ammoniak. Wat een zoon. Wat een heet badje met ammoniak. Ja joh, ik lul ook maar wat. Weet je wat dat is, ammoniak? Nee. Dat was mijn moeder. Dus. Dat is tering zo. Oh, gefeliciteerd. Zijn badder dus. Ik moest er altijd in badderen van mijn moeder. Oh, dat is niet zo goed. Ik dacht, jij moet er eerder mij. Petra. Petra, oh ja, Petra. Wat een wijf Petra was dat, de Vries. Die had, die had een gleuf, jongens, en grote Petra. Oeh, ja. Petra is Vries. Zien jullie deze stok? Waar komt die dan aan? Velsman team. Jullie zijn allemaal lief. Hallo. Maar nou is de vraag. We hebben Jan ingesloten. Ga nou eens op Joker, waarom kan jij dan nooit eens een keertje vriendelijk zijn? Ik ben niet vriendelijk. Ja, ik kan wel, ik heb iets voor je, Joker. Hey Terrain, Bob, waar zit je nou? Hey Bob! Je mag zijn niet veel mensen. Niet naar Bob. Alsjeblieft. Zeg het hardop. Ja. Is net gaan eten. Een appeltje. Een appeltje voor de doos. Laat me die appel even proeven. Hé, hey, kijk nou eens! Dus we kijken naar die appel. Meneer de Bra. Jij Jan Richard? Nee toch? Ja, ik wel. Hey, er zit eruit zijn hamburger. Hey Harry. Wat zit er in die appel? Ik ga wel even uit de lucht hoor. Het is me veel te druk hier. Hey mevrouwtje. Wacht mevrouw, werd u net beledigd door iemand daar? Volgens mij ken ik wel 9 die top. Daar zo, aan die kant. Ik zweer het Joker, stop nou eens. Wacht, loop heel veel mee, sorry. Ik probeer niet te flirten, ik val op mannen, maar ik ben legit even geïnteresseerd. Ik ben ook geïnteresseerd. Daar. Ik loop ook mee, ik loop ook. Werd u net bedreigd of beledigd? Nee. Alleen mijn fiets gestolen is. Ja. Oh, ik dacht dat ik werd bedreigd. Ik dacht dat ik had het leven gered. Wil jij mee op vakantie? Grotte, oké. Oké, dit is duidelijk. Ik zie mijn vader. Helemaal goed. Dag Jan. Ga je ook ontplayen? Nou, ik ga je. Hoe is het? Wat hoi.
Hoe is het, Richard? Ah, dit, deze gozer, is een van de allerbeste appiers, ik zweer het. Oei. Hoe is het, Jorrit? Hey! Hoe is het? Nou ja, met mij goed en met jou? Ben je alweer, heb je je kinderen alweer gezien? Nee, die zijn dood. Nee, ze zijn niet dood. Oh jee, wat is er gebeurd? Ze leven nog. Ben je vergeten 3 euro te storten? Nee, dat is over een paar maanden. Oh jee, wat een agressiviteit hier zeg. Is dat Als moet mij jongens ingrijpen. Die is over mij pissen. Nee, niet over mij. Niet over mij. Sweepers in jouw nek, jongen, dan word je bang. Niet over mij, avond. Laat hem niet Dit is mijn gewoon. Oh, ik voel me zeer bedreigd hier. Hij moet je mee vissen. Heel ongemakkelijk hier. Ik ga wel even de joker, hier, jongen. Hij is zo'n goede RP'er en deze dude ook. Hij is zo goed, hij is zo goed. Heb jij mijn nieuwe collega al ontmoet? Oh, dat... Oh, ik dacht al. Jij hebt hem opgelost. Joker security. Heb jij al ontmoet? Och, nee. Ah, nee! Wat? Heeft Jan honing aan zijn kont of zo? Zullen we ons even naar het park met z'n allen? Gewoon met de... allemaal gezellige mensen. Raak me die aan! Joker Max is niet hoor. Zo van de intimiteit. Wacht hem. Ik wel. Is Joker uw cliënt? Cleant? Oh mijn god. Oh, je kunt hier allemaal zeggen. Ik ben zijn vaste cliënt. Elke dag. Maar jij is een cliënt. Ik vind het zo druk hier. Wat komt iedereen hier doen? Is er iets te doen vandaag? Ik heb honing aan mijn kont. Ik heb een video. Volgens jou? Alle tanden die je in je mond hebt, sla eruit. Je hebt een advocaat, hè? Oh nee, pas op! Oh! Aan de kant! Ben je een debiel? Aan de brouwers, raak je op. Aan de lelijkert! Kom hier! Lelijkert! Nee. Guus, ben jij dit? Oh jee, wat is hier allemaal aan de handje? Guus. Moet je dit zien? Kijk wat die joker aan het doen is, joh. Een corona party. Kom op, die joker, jij gaat ook helemaal stuk om die gast. Wat is die paarse man zijn hart? Hij is strak, nee, hij is geweldig. Je bent geweldig. Ik vraag helemaal niet uit, hoor. Hij is echt, nee, hij is lief. Hij is echt lief. Hij is goed als de kant. Pak ik je af en dan gooi ik hem in de sloot. Ik krijg ook autisme. Ik heb last van een rare kale man. Ik heb achter jou constant. Doe je echt? Misschien nog iets van een kabouw aan. Die hoor. Wat een... Gekke mensen. Ik moet wel zeggen, hij heeft een lelijk gezicht. Ja, weet ik. Ik heb zelf een lelijk gezicht. Of vind je van mijn spin, meneer? Is dit nou een echte skinhead? Paarsman. Nee. Tinky Winky. Ja, dat is er, Jan. Zullen we even een rustig plekje met... Joker rustig. Joker rustig. Heb jij een auto? Nee. Ik heb een auto. We kunnen wel naar de eiland toe. Wat de eiland? Nee, maar zijn vasthouden. Wie nou, ja. Ik mag er allemaal ergens hier. Misschien naar het kantoor of zo. Nou, laten we gaan. Want ik kreeg helemaal gekke ergens hier. Doe me zeggen vasthouden, maat. Waar is die vertellen van de dokter? Nee, fuck jou. Oh, wat een rest. Zijn deze twee mensen die horen bij... Ja, de Bob, Harry en de François. François, die loopt naast mij. Hi. François. Dat moet François, denk ik, even bij Harry. Met dat samen roze hemdje aan, ja. Oh, dat past net. Maar dat moet Harry zelf rijden. Ik ga zelf rijden, jongen. Oh jee, nou, dat wordt de zorgverzekering. We gaan in de Skoda van Bob. Het snorretje ken ik. Hé, Gerrit? Ik hoor je niet. Ja! Gerrit! Ja! Nou voor jou, Gerrit. Ja, sorry, het lukt me nog even voor die jongen. Oké. Rustig even om het gaatje te vinden. Ja. Ja, we gaan naar de andere park waar we net waren, in Rotterdam. Oh, jongens. Ja, dat ben ik. Het zijn allemaal echt geweldige RP'ers. Volgens mij komen ze allemaal van Robleden. Oh, ja. Echt heel goed. Ja, maar ze zijn al zo druk, joh. Kan je ophangen? Ja, ik weet ook niet, jongens. Ja, Jan heeft een bepaalde honing aan zijn kont hangen en dat vindt iedereen heel spannend of zo, ik weet toch? Ja, niet? Dat heb je soms. Hè. Hij is niet dat dit lukt, hoor. Is het zoet honing? Het kan een beetje vervelend zijn soms, als iedereen door elkaar heen gaat schreeuwen. Ik zweer het. Wie is dat? Wie is dat? Godverdomme, dat is Harry. Ik ga hem doodmaken, ik zweer het. Ja, doe maar. Heb je nog wat gehoord van de blauwe koos, Roos? Nou, ik heb dus gehoord dat de blauwe roos gisteren Richard heeft neergeschoten met pistool. Kut, verkeerde afslag. Nou, sorry, ik moet heel veel bellen hoor. Tussenkom. Hey. Hallo? Ik mis je. Hey, jij hebt mij achtergelaten. Met hoeveel mensen ben je, zeg maar? Want je kan wel even komen hoor, dat is wel gezellig, maar... Ik ben maar... een beetje. Oké, gelukkig. Okay.
Kom even rustig naar, weet je wat Mirror Park is? Nee. Dat is bij die luxe villa, zal dat parkje. Zal ik hem anders ophalen? Die luxe villa, dat parkje. Ik haal hem wel op. Die luxe villa wijk. De villa wijk. Ja. Naast het casino. Je hebt geen idee. Zeggen, naast het casino. Postcode 431. Bij het casino, waar de, vroeger de Ippert Heijn was. Ja, de Ippert Heijn. Moet ik naar de Ippert Heijn? Oh, zeg. Bij de ANWB. Tussen de ANWB en Ippert Heijn. Daar zit zo'n meertje. Zo. Dat je bent echt een aap. Dat skatepark. Nee, kijk gewoon even naar mijn... Nee, daar raak ik mijn visum kwijt. Ik word gefeliciteerd. Hou nou je mond. Ik ga strikt volgens de regels. Oké, ga je maar de sterspeler van de week. Gefeliciteerd, meneer de bal. Wacht, wat? Ik ben schijnbaar sterspeler van de week, dus ik moet zo even in de gemeente even kijken. Oh, dat klopt, ja. Gegrote Belibiedubbet. Nu moet ik alleen nog een of andere Romy zien te vinden. Ja, dat moet je even doen met een gebed. Je moet even bidden. Met, oh, ik moet een liefdesbericht sturen of zo. Kan ook. Mooie liefdesbrief schrijven. Ja, je kan alles. Valt het geluid zo een beetje beter als ik heb mijn stembanden wat zachter gezet. Is het zo wat beter te wapen of brandt u uw oor? Oké, beter. Ja, dat is een uitstekend. Klinkt nu echt als Stinky Winky. We gaan nu gewoon nog even Harry, chillen, denk ik. Niet heel gek RP of zo. Nee, gewoon een beetje ballen. Dat zegt, jongen, veiligheid. Beetje chillen. Makkers komt op. Kijk, dat zie je wat nou... veel moeten nemen, hoor. Kijk, jullie zien jullie, maar ik zie mezelf wel. Echt waar? Nou, waarom zie jouw vliegticket deze stad die hebben gegeven? Is bij nog steeds een raadsel. Ja, oh ja, tuurlijk. Je kan nu postcodes, hè. Ze hebben er bij mij, hoor. Smoker raadsel waarom ik in de stad ben. Nee, je hebt ze gewoon omgekocht met een stuk brood. Een fles water. Baguette gegeven, flesje wijn, zo waren we direct mee. Weg! Sorry, ik heb autisme. Wat heb je? Autisme. Kennen we geen vrouwtjes bellen ofzo? Ik heb ze dus PDD en OS. Zo'n dikke antenne. Kennen we geen vrouwtjes bellen, jongens? Wie? Nou, geen vrouwtjes bellen. Vrouwtjes? Ik bel gewoon niemand. Ik val op man. Zijn die twee eenlingszusters er niet? Jan. Hey. Hey Jan, kun jij voor mij vrouwtjes regelen? Makkers, hey. Hey, vrouwtjes. We kunnen natuurlijk ook gewoon postcode zeggen. Oh. Maar je hebt locatie al gestuurd. Ja, 431 en 432. Ik ben er bijna. Ik ben oprecht rennend. Je bent echt een je lult. Nee, ik ben mijn skateboard kwijtgeraakt. Wacht even, ik ben even gekomen. Ben je bijna. Waar ben je dan? Nou. Ja, ik ren over de snelweg nu. Nou, dat... Je bent echt een aap. Ik zag aan die tweeling met die dikke pieten. Oké, nou, dan ren je maar. Ja, maar ik ben er echt bijna. Kom, kijk naar het... Met die enorm grote... Richting stad. Vanaf daar kom ik. Onder de stad, oké. Sta midden in de stad, wat de fuck zeg je? Nee, kijk richting de grote gebouwen. Richting de horizon van de grote gebouwen. Je ziet vanzelf een kale ster. Ben je naar Mars aan het bellen met je antenne? Doe het gewoon even, maar houd het in de gaten. Nee, naar de andere kant van de gaten. Oké, ik houd het in de gaten. Oh. Dat klinkt wel heel sensueel, hoor. Nee, tuurlijk ben ik naar Mars. Kijk. Oh, en heb je nog met aliens kunnen communiceren? Ik word gepepst. Komen van Lotus RP? Zou kunnen. Oh, echt? Dat zou geloof ik gelijk ook trouwens. Weet dat Lotus RP ook echt een goede RP is? Ik ben er bijna. Oh, Camper. Oké, Jan is wel. Even te kijken. Ja, nee, die heeft dan niet. Ik heb ook geen. Wat kan mij nou interesseren? Over de vriend van Moeken gesproken, ik heb de zwager wel. Waar ben jij? Ik ren nu door een park, bij een meer. Oh, het park, we staan midden op dat park. Meer. Park. Meer. Ja. Ik ben er bijna. Dit is meer hoor. Ja, zie je mij of niet? Ze maken daar. Oh, daar! Dit ziet je in één komen rennen. Zitten we allemaal mensen hier? Hey! Oh, kijk daar, hij struikelt gewoon. Hé! Hey! Ja, gewoon op zijn knieën. Hallo! Dit is Bart. Ik heb een schotwond in je been. Heb ik een schotwond in mijn been? Ja, dus probeer je naam te ontwijken omdat het zo kut is. Nee, stop! Er wordt anoniem gebeld. Klopt. Hallo! Wat is er met een jaar gebeurd? Hey, Yi! Verdwenen. Ik zou waar die Ling is. Wie? Ling?
Ja, ja, Tina. Ik moet hem spreken, man. Ik heb echt geen idee. Ik heb hem niet gezien. Ja, hij had lang uit de stad. Ik weet niet. Oh, wacht. Zichzelf in het laat maar, ik weet niet eens wat hij aan het doen is. Oké. Ja, Harry. Oké. Jojo. Twee enorme grote... Watermeloenen. Daar bent u op witte schoenen. Dat, ja. En ze leek op een Chinees. Wie was dat? Wat is een vrouw met grote meloenen en ze leek op een Chinees? Nee, met twee grote... Van je Noord-Holland? Nee, Zuid-Holland. Witte schoenen. Oh, met grote witte schoenen, ja, weet ik en veel. En ze leek op een Chinees, wie was dat? Een vrouw met grote witte schoenen en ze leek op een Chinees. Ja. Danky Punky Shanghai. Zo, Danky Punky. Nee, grappen maken. Jan. Ja. Wil je mijn truc zien? Doe het. Oh jee, deze man gaat... Hij is de beeld. Oh, wat gebeurt er? Hij steert er naar de overkant. Ik weet het. Het is heel apart op het water, ik weet het. Oh, jemmer. Hij is dood. Ik snap er niks van, het is zo verrassend, zo verfrissend ook dit. Kijk wat hij doet met die emote. Ik ga geen love it. Dat is wel een hele goede goocheltruc, hij is zo weg. Dus de vraag, waar is die? Hij is weg. Hij is opgeteerd. Echt ongelooflijk hoe die dat deed. Echt het is ongelooflijk. Oh, what the fuck? Oh. Jee, hey, mag. Je bent een goochelaar. Mooie truc. Ik moest zwemmen naar het terug, maar ik zag zeg maar van alles toen ik deze zwom. Maar wie bent u eigenlijk? Ik vind, u klinkt heel aardig, maar ik heb geen idee wie u bent eigenlijk. Ik heet Pieter heet hij. Jakkes. Jakkes. Jakkes Bakkes. Jakkes. Jakkes Bakkes. Jakkes Bakkes. Nou, nee, Jacob Jakkes de Bruin. Of man. Dit is advocaat, hele goede. Yeah. Hij is de advocaat van de Joker Jacob ook. Jacob de Bruin, strafrechtadvocaat. Oeh. En eigenaar Jacob de Bruin, strafrechtadvocaat. Jacob Oeh. De Bruin, strafrechtadvocaat. Nou, ben je een beetje doof, Jakkes? Heb je aardappels in je oren of zo? Nee, ik heb nog een roorapparaat voor je. Ik heb nog een roorapparaatje voor je. Dit is Top. Ja, waarom lijkt jij echt ontzettend op een, zeg maar, een jonge variant van opa Gerard? Nee, ja, dit is Harry. Omdat ik 49 ben, hij wordt dol. 49 en je loopt met een stok, wat is deze? Ja, overgewicht. Ja, door de oorlog. Ik ben 84. Nee, overgewicht. 84. Ik maak grap, ik ben 48. Die Jeannette van jou, die heb ook overwicht. Nee, niet zo over Jeannette praten, anders ga ik over Carolien beginnen hoor. Oh, calorie. Ja, Nicole. Hoeveel calorie? Nee, oh, Nicole, jij weet ik veel. Denk ik dan. Jij hebt elke week een andere vrouw, weet ik veel wie ik hou dat allemaal niet meer bij hoor. Ik ben nog gescheiden van mijn 24ste vrouw. Kijk, Jan die heeft zichzelf gepromoveerd tot mijn tweede zoon, dus ik heb... Oh nee, dat is dan mijn derde zoon. Ik ben 38 of zo. Je lijkt hem. Oh, 28ste. Echt wel. Heeft een normaal doen of niet, ja, de biel. Waarom jij doet gelijk zo'n gemeen tegen... Onze ogen zijn sprekend, lijkt het twee druppels water. Maar meneer Jacques Bakkes, als u ooit nog een advocaat nodig heeft, stop ik even mijn kaart. Hij is oprecht heel goed. Hij praat wel veel. Ik ga er ook mee stappen. Als ik aan wie is, ik ben er ook binnen. Dit zijn trouwens mijn advocaten die bij mijn firma werken. Behalve Harry, die is de klusjesman van die onderhoudt als kantoorpand. Ik heb trouwens gezien, Harry. Mijn airconditioning doet het niet. Kijk er eens naar kijken. De tering, dat meen je niet. Ik ga gelijk even kijken. En wij regelen ook nog iets, als u nog iets van documentatie nodig heeft, of een alibi, dan kunt u ons ook gewoon bellen hoor. Yes. Wil je nog een truc zien, Jan? Ja. Oh god, daar gaat het weer. Even kijken hoor, wat gaat hij doen? Oh god, moeten we de ambulance bellen? Oh, nee, dit gaat niet goed. Dat die salto gaat maken. Of een backflip. Mijn vriend breekt in zijn nek. Laten we het hopen. Nou joh. Dit gaat helemaal fout. Dat valt mee. Oké. Het is een losse lage projectiel, joh, Jacob. Heb je niks aan. Nou, wat goed ben je niet goed in je hoofd, joh? Meneer! Om te liggen een beetje met zo'n kale knikker. Nee, ik ben al best. Hij was zo best. Zo'n kale brulkikker in het water. Shame. Hier. Ja. Maakt ook geluid als hij in het water ligt. Ja. Man, ik ga ribbit. Komt ie. Jojo. Oh god. Nou, we gaan het meemaken hoor. Wat gaat hij nou doen? Oh, hij gaat verdrinken zo. Hij doet het verkeerd, hij moet het zo doen, kijk. Oh jee. Oh nee, Frans, wat ga je nou doen? Oh, dit gaat helemaal fout. Ik zie hem niet meer. Waar is hij nou? Frans Kwal, hallo. Meneer Jacques, oh daar bent u. Hey, nu ben ik een kikker. Wauw, jij bent kikker. Wat? Ik wil graag naar huis. Ik snap het. Ja. Ik ga zo ook naar huis, denk ik. Nou. Ik ben niet doodgegaan vandaag. Dankjewel, Jan. Grote bedankt.
We nemen contact op. Jan, even voor jou, die blauwe roos bestaat dus wel, hè? Ik hoorde 7 tot 10 man die die shirt hebben neergeschoten gisteren. Jezus Christus. Hoeveel? Dankjewel, Marcus. Er stond er 1 en er kwamen er 7 tot 8 uit de bosjes en die hebben dus die shirt gewoon neergeschoten met pistolen. Jezus Christus. Blauwe roos, wie is dat? Ja, dat probeer ik eigenlijk... Dat probeer ik dus via jou te achterhalen, maar niemand weet het wie ze zijn. Alleen dat ze wel bestaan, want ik dacht eerst dat het gewoon een grapje was vanuit Richard, maar ze bestaan schijnbaar dus echt. 800 plus kijkers, ja, het is echt insane. Ah! Zo. Oh mijn god, zeg. Oh mijn god, what the fuck? Mijn oren. Oh, dat deed echt heel veel mee. Hij is een tovenaar, ja, uit de... Hij is ook weg, waar is hij? Waar is Harry eigenlijk heen? Ja, inderdaad. Waar is die demente oude soepkip naartoe? Oh, je hebt hem gedist, je hebt hem geroost. Ik ga de nacht opzoeken, dacht ik. Maar ik denk dat ik het even ga doen. Nee, maar die kale meneer, die komen bekend voor van die district. Is hij toevallig een rapper? Hij is een rapper. Nee, kom eens terug. Oh, zie je, daar herkende ik hem dus van. Ja, het is hij. Wanneer ben je morgen aanwezig? Nee, Jacob, wil je graag even spreken. Tot een uurtje of 4. Nee, hij heeft geen telefoon, hij is in het water gesprongen. Want daarna kreeg ik bezoek over de vloer. Heel goed, dankjewel. Ah, dan ben ik te laat. Als u snapt wat ik bedoel, hè? Bezoeken over de vuur. Ik snap. Wat bedoelt u? Oh. Ik snap het niet. Leg eens uit. Oh, ja, die team wat is er? Nou, ik maak het uitstekend. En u? We gaan zo nog even viben met z'n allen. Bezoeken. Met de mensen die er nog dan nog. Ja, dag François, tot morgen. Yo. Dag François, wie? Nee. François stond naast mij. Dag. Ik heb een leuke grap voor je, Jan. Dat is een advocaat van mijn firma. Omdat hij pas gisteren is geland, dus dat duurt altijd even. Maar u zit dus niet in de gevangenis? Dat is helemaal kut dat mijn hondje op mijn bed heeft gepiest. U zit ook niet in de luchtkokers van de gevangenis zoals de vorige keer? Vaak met Max op pad. Ja, zou ik doen, Walnut. U bent er ook dankjewel voor de support, hè, Walnut. U... Ik ken je niet, maar... Oh, u bent op vrije voeten en u bent onkruid aan het wieden met de joker, dat of niet? Dat is gezellig. Nou, de joker ook maar een beetje uit de buurt van die plantjes, want hij gaat dat heel erg raar doen als hij daar op dat eiland daar ze ervan afkomt. Dan is hij als een soort van hyperactief... Hij praat zoveel. Oh mijn god, ik heb een donatie gemist. Of die moet nog binnenkomen. Volgens mij heb ik hem gemist. Daan met de 3 euro en die zei papa Sander. Dat is in totaal 6 euro vandaan. Super bedankt. Oprecht. Heel erg bedankt. Sorry dat je donatie even hebt gemist. Ik zit er helemaal in de RP. Wat was je nou allemaal aan het doen, joh? Ik zag je zo woes vliegen zo over de tot 2 heen, maar je was aan het slapen. Ik ga zo even pitten. Oh, je gaat zo even pitten? Ik ga nog even... Ja. Iedereen dag zeggen en zo. Oh, en dan sla je ons gewoon over. Nou ja, ik zei het jongens. Dan sla je ons nog gewoon over, joh. Nee. Je rent er gewoon weg. Je stapt in je auto. Je hebt helemaal niks gezegd. Nee, we hebben allemaal niet gehoord. Ja, wat een leugenaar, joh, die bos. Nee. Jij loopt de jokker tegen ons. Oh, zo. Ja. Jongens. Jokkerbrok. Ik heb niet gejokt. Misschien een beetje vergeten achter. Ik wil Tobias. Ja, jij bent zeker. Opa. Ja. Daarom ben ik wel vergeten. De oorlog. Stop maar even met allemaal het... Dat uit de oorlog. Vragen waar ik woon, want ik ga niet vertellen waar ik woon. Waarom zou ik dat zeggen? En met jouw geuze, jouw keetje, kakker. Dus je noemt mij gewoon een homo uit Hilligersberg? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar dat bedoel je wel. Ja, natuurlijk. Zeg je wel, ja. Je bent wel mijn favoriete homo uit Hilligersberg. Oh, dat nog eens vieze slijm al. Oh, gadverdamme, ga ze toe zo. Je stinkt er nu in de wind. Nou, dat wilde ik gaan doen, totdat die achterlijke bom me weer begon te bellen. Heeft Nicole de douche afgesloten voor je? Mag je niet meer insoppen, vader? Nee. Sorpen. Echt dat zonder, hoor. Het was toch Natasja of... Nee. Ik krijg jullie nog wel. Ik maak een grap, ik ga mijn ogen sluiten hier zo in een bosje, dus... Oké, nou ja... Grote bedankt.
Doe je kinderen even de groeten voor mij? Komt goed. Geef ze weer even 3 euro dat ze weer kunnen eten. Is goed, komt helemaal goed. Dankjewel, grote bedankt. Dag hoor. Ja, mannen, ik ga het ook doen. Ja, ik ga 5M afsluiten. Ik ga zelf nog eventjes door. Ik heb een idee namelijk. Of een idee. Gaan we nog eventjes een beetje viben met z'n allen. Even kijken. Of hier geen gekke dingen staan. Dat kan ik me niet voorstellen. Oké. Top. Kut. Dat is ook zo natuurlijk. Oké, wacht. Dan pak ik even dit er zo bij. We zijn echt bizar hard gestegen deze stream. What the fuck? We zijn volgens mij echt bijna 200 abonnees gestegen, joh. Het is echt ongelooflijk. Die 10.000 komt echt wel akelig dichtbij. Het is echt niet te geloven. Ik ga even muziekje ook erbij pakken. Even kijken. Even mijn webcam hier aan toevoegen. Nee, dat klopt niet. Dat is video capture device. Oeh, daar ben ik. Mensen zaten van, yo, word je betere roleplayer? Dat vroeg iemand. En ik zie mezelf niet als beste RP'er of zo. Dus we gaan even kijken. Hoe word je eigenlijk een goede RP'er? Hoe word je een goede roleplayer? Roleplay tips, charm life. Oké, wat er staat, zorg voor een doel. Als in, om beter te RP'en.
Dat klopt wel. Op het moment dat je een... like een person... Nee, ik ga niet Omegle. Toevallig was ik vandaag... zat ik nog op Omegle. Voor de grap. Ik zat echt puur voor de grap op Omegle. Maar ik heb vreselijke dingen gezien. Wanneer 24 uur live? Bij 10.000. Bij 10.000, zeker. 100%. Doe Reddit 50-50? Nee, dat gaan we niet doen. Even te denken, is er iets op YouTube wat... Oh ja, ik ben natuurlijk niet ingelogd. Oh, dat is echt top. Dat Lorenzo's stuk van in de auto was oprecht heel grappig. Okay. Dat autostuk van Lorenzo, dat was echt zo fucking grappig, joh. Kijk, wat ze gingen doen. Want Lorenzo was gisteren 24 uur live. En, toen Wouter van de RP van Roeveen, die is naar hem toe gegaan met de auto. Toen zijn ze samen naar, naar Martijn en Sascha gegaan. Dus dit is Jo Bakker en Gerrit Bakker van de MWSF. Oh, dat was echt heel grappig. Ik was hierbij. Hé, maar wat denken deze mensen nou niet? Weet ik niet. Maar sukkeltje zit in een auto met een lampje, hè? Wat wil je eigenlijk? Oh, ik ging er echt heel goed op. Ik vond het echt heel erg grappig. Maar wat wil je eigenlijk? Wie betaalt dat? Dat was het was echt heel grappig. Ik zit wel voor, dan moet je uit al je telefoon op zeg maar geven. Ik heb die van jou mijn hand gestuurd. Ja, ja. Doekoes. Waar zit hier iemand, hè, met een iPadje? Kijk jongens. Zie, ik heb een rijbewijs. Kijk. Ja. Ja, laat die ook even. Ik zo stuk van Sascha. Ja, ja. Dat behandelt nu letterlijk reden op dit moment. Dat zou mooi zijn. Dat Martijn vol op het stuur klapt. Ja, dat klopt. Dat was ook zo. Dat is zo. Zet hem ook op de stoep, hè? Nee. Is dat niet deze keer? Nou, ja, dan ga ik hier met de elektrische auto's op een keer. Ik zet hem op. Zo. Dit is mooi. Zo. Jezus, wat is dit? Jezus, man. Gast, dit is echt niet idee. Oh, dan moet je kijken wat je denkt. Wat zeggen ze? Ja, nou, ze zeggen heel veel nog Max, weet je. In ieder geval zeg ik, krijg je goed op. Moet je Max even gaan kijken? Even kijken. Het kan. Oké, jullie. De deur open. Ik wel wat frisser, moet ik zeggen. Ik doe het raampje ook weer dicht. Je hebt het koud en doe je de deur open. Hé, hey, luister. Ja, skip lukken. Verzoeken. Er was inderdaad een stuk waarop Martijn vol op de ding klapt of zoiets. Dat gaat er ook dan. Word je zaterdag opgehaald door Walnut? Ja, die kans is aanwezig dat Max me opvalt, ja. Zeker. Zou je hem harder kunnen doen? Oh, dat is ook zo, hè. Geluid is inderdaad heel zacht nu. Klopt. Dat heb ik zelf gedaan. Wat een geluk weer. Deze oprit die we nu opgaan van de snelheid, dat neem ik nu kan weer even niet. Oh, gezellig. Ja, dit is mooi, joh. Ja, oh, dat is oranje, joh. Hé, hey, dit is je vijfde! Het zijn zulke apen, joh.
Ik ga even dat stukje zoeken waarop Martijn... Is dat hier? Dat was wel echt leuk. Ik wilde dit ook bij zijn die nacht. Maar ik was zo moe, joh, gisteravond. Marktplaats. Ik was zo moe. Nou, ja, maar okay. Ik heb veel 1 tegen 1 gespeeld. Het is de echte Edo. Ja, Monopoly, dat was echt om 2:30 of zo, of 2:30. Efra is niks maken zo meteen. Net een... Van Dirk, jongen! 11:07, oké, ik ga even checken. Het is sowieso niet heel hard hoor, je kan het niet heel goed horen. Ik kom hier gelijk weg. Hoppa! You win it, you win it! Ja, dat is voor die yo-yo. Zo'n beeld te pakken. Dat is een buisbeslaan. Ik weet niet hoe laat het is. En anders daarnaast staan. Hoppa, een beetje. Wat een aap, wat een zeik, wat een lul. Wat goed, wat goed. Oprecht heel leuk, dat is oprecht heel erg leuk. Kijk, er helemaal kanker. Nee, nee. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan echt niet. Ja, je kan natuurlijk heel weinig kijken op YouTube. Omdat alles natuurlijk gewoon, ja... kan zo worden neergehaald, zeg maar. Ja, Sascha is echt een aap. Jongen. Ja, echt precies het verkeerde stuk. Dat is wel een leuke. Zoiets? Ja. Kunnen we even een paar van die funny moments en zo kijken. Ik kan even Lorenzo funny moments ook zien. Gratis douche! Wanneer ga je video's maken? Ik heb geen idee, Max. Ik ben ook echt heel grappig. Wat is dat nou weer verdomme van... Ik ben toch gewoon hartstikke grappig. Ik ben sowieso de grappigste. Hoe fijn stiep. Weet je, ik ben fantastisch. Ik ben gewoon echt grappig. Ik ben echt grappig. Kijk, ik zie dat. Snap er, hè. Ruben ophouden met spammen! Komt er. Ja, maar jongens. Ik ben ook gewoon heel grappig. Maar ik ben grappig. Ik ben gewoon heel grappig. Grappig. Ik ben de grappigste roleplay van Nederland. Ik ben dus niet grappig. Ja, ik moet nog even dingetjes doen en zo. Mijn zus die... Laat haar los. Maar wie... Grappig en ook nog succesvol. Dat kan ik op een cv zetten straks. Ik ben al beroemd. Ik ben beroemd en grappig. Oeh, nee. Echt. Dus ik zou wegwezen als ik jou was! Ik ben niet bang.
enthousiasme omdat ik zoveel kijkers haal en ik ben grappig. Nee. Toen heb een nieuwe Lorenzo edit, ja, maar die zijn ook gewoon hartstikke grappig, want ik ben hartstikke grappig. Hebben we 1.4k likes? Bizar. Niet de echte MBSF. Ik ben fucking de baas van de MBSF. Hoe bedoel je niet de echte MBSF? Hallo. Hoi! Oké, dan ga ik echt heel goed op. Hoi! Ik weet dat hij aan het meme is hoor. Het lieve Lorenzootje. Dat is wel heel funny. Hallo. Hoi! Hoi. Hoi. Losso! Ik ben grappiger. En mijn game lagged. Je bent een chille gozer hoor, dankjewel. Beste joe. Ga strippel! Wat zijn dit voor vragen? Wat is dit voor chat? Ga strippen, laat je buik zien voor 17k. Wat krijgen we straks? Wat zijn dit voor... Ga kaas eten? Goed als beleid aanzetten. Dat is wat je kan krijgen. Hier, hartstikke deetje. Hoppakee. Ik word dik gekopies... Nee. Lorenzo. Copyright straks. Deze keer vroeg me een beetje naar... Nee. Het is niet een heel ver... Ik durf het niet aan. Gaan we... Ik heb hier de kutcamera, daar heb ik ook niks aan. Hallo! Oh, hallo! Ik ben even een camera ophalen, want ja, mijn crew kan er toch niet zo van. Dit zou schreeuwen naar mij! Are you here? Nou, hier zijn schoenen, hier moet ze wel zijn. Oh, nothing detected. What the fuck? Patricia! What the... Maak een foto van Patricia. Ik kon er geen foto maken. Sophie. Ik hoor iets, ik vind het niet leuk. Ik ben dood. Kijk, hier lig ik. Ben ik een vrouw? Domme, ik ben een vrouw. Oh, oké. Okay. Hallo Patricia, ben je lekker aan het lopen? Zo, jemig. Where are you? Nou, ik denk dat ze hier is. Mijn zak loopt knippend, ik wil hier weg. Ga die horenkast in! Ik ben dood! Dit was oprecht funny. Dit was echt... Mijn moeder... Oh mijn god. Ik vind mezelf helemaal niet funny, maar dit is wel echt... Dit was echt heel grappig. Dit was echt heel goed. Wacht, ik ga even mijn webcam aan de kant. Dit is mijn... webcam op webcam. Komt-ie. Ga weg. Ja. Ga weg. Ik moet dit ook weer verder spelen. Fuck. Jezus. What the fuck? Iedereen in de club doet de necklace. Iedereen doet de necklace. Iedereen. Maar dit is niet meer Hello Neighbor toch? Ah, dat ging ik echt heel goed op die fucking jumpscares van Hello Neighbor. Fuck man. Interessant. Piet, ik denk dat je even moet gaan wanken, want je hebt fucking veel hormonen, lul. Die meen ik deel. Echt waar. Even wanken. Ik heb geen kans meer. Altijd. Wacht, wil jij, René, voor altijd mijn moderator zijn? Alsjeblieft. Senior mod. Nee, management mod. Management, alsjeblieft. Je wil altijd voor me zijn. Oei. Ik verklaar bij deze de liefde jou, René. Oef. Ja. We'll be back with you. Dit is ook altijd wat ik voor jou zou doen, René. Wacht. Sowieso deze. Deze, hier zou ik mee beginnen. Hier zou ik mee beginnen, René. Oh. Daarna, oh. Langzaam. Zou ik zo? Oeh. En dan uit dit!
Uit het niets, hoi! Dit zou ik voor je doen, René. Hier. Zo. Zelfs in de auto. Flexibel. Hier. Hoeft helemaal niet, joh, Lina. Dat is toch leuk? En om het af te maken. En om het af te maken. What the fuck is dit? Goed gedaan. Link, Link, ik hou van je. Ja! Oh, nee, was ik kwijt. Oh, nee. Nou, oh, nee. Hij leeft waarschijnlijk. Oké, okay, eerste taak. Al. Ik denk dat hij nog leeft. Eerste taak volbracht. Wat? Oh ja. Wow! 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 Zag je dat? Zag je dat? Wat deed jij dan? Zag je me? Hey! Dat was de MWSF dienst met Max. Dat was echt fucking funny. Dat was echt heel goed. Hier, wacht. Hey! Max! Hoe doe je dat? Hey! Wat de hel? Ja, wat doe je van. Au. Ah, jongens. Ja, welkom in welkom in Libasol. Zou niet op de mom eigenlijk in Libasol. Dat zijn stenen. In Libasol eet ze stenen vallen. Ja, daarom. Ik dacht dat zijn in Libasol. Au. Ik moest de groeten doen van Joop Bakker. Ja. Ja! Ja! Ik heb hem! We kunnen eten! Chuk chuk! Number one victory royale! Just joke with you! Now? Just wiped out tomato down! Down! My friends come down! I revived him and we're headed southbound! Now we're in Pleasant Park Street! We're gonna make good to the market! Take me to your Xbox play for tonight today! Give you to most admire and but not public! I really want to! Oké, jongens, we zijn hier nog geen 3 uur op dit eiland en we beginnen onze gezondheid te doen. We krijgen waanbeelden. Totale gezondheid. Kappen! Auw! Oké, Gert. Nou ben ik het echt klaar met jou. Kut, ey. Zijn we nou 19? Oh nee. Nou, auw! Ah! Jezus! Waarom nou weer? Ja. Oh mijn god, ik ben er. Oh ja! Stil. Stil. Broodje. Stil. Kandel, dat is wat ik nu wil. 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 Ik wil winnen, maar ik weet niet hoe. Wil. Niet hoe. Stel ik naar de dokter toe. 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 Dit kan wil ik groeien, loot. Loot. Dit wil ik groeien, loot. Pas op, daar komt de team van Zuid. Zuid. Is gevaarlijk. Skills haal ik makkelijk. Leuk. Makkelijk. Rode shields neem ik met me mee. Mee. Ja, maar... Wat heb je er ook van? Koloniseren. Wow. Hoe kan je doneren? In de beschrijving staat een linkie. Nogmaals, doneren is op geen enkele manier verplicht. Totaal niet. Je helpt me ermee. Is niet nodig. Echt niet. Maar Wow. Eens wacht, want weg jij maar uit de gang. Ah, dit meis. Ja, als je dan nu niet meer kapt, ik zweer dat ik zorg dat jij de volgende melding wordt. Ja. Vraag om een Lego handleiding boekje. Ik zweer dat hij wie niet kijkt! Kijk eens! Ik heb niks gezien. Hij doet het. Oh, jij gaat tegen de muur staan. Nu! Nu tegen de muur! Ik maak jou dot. Nou, hey, ik ben meneer. U staat dat misschien wel... Yo! Was het bij de race? Wat was dit? Hier ben ik het mee eens. Heb ik honing aan mijn reet of zo? Volgens mij wordt hij in de bosjes gepakt. Volgens mij wordt hij in de bosjes gepakt. Nee! 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 Zo, die kan naar Piet. Ik help je wel, Jordi, wacht. Ik help Jordi wel. Nee! Lig je lekker, Jordi? Bengeling! Hallo. Hoe komt dat? Hoe komt die? Hoe komt Wim? Dat heb ik gezien, dat was zo goed. Daar is Wim! Wim! Hoe komt hij aan die kant? Gaan we! Hey, ik kom maar even 3000 euro. Oh, kut! Oh mijn god! Jordi, ik ben dood! Ik ben dood! Ik ben dood! Oh jongen, dit. Wij liggen zo. Hoe heet het? Ja, ja, ja.
Oh! Oh! Ik ben echt zo hard dood. Ik leef nog. Oh. Jullie zijn wel goed, man. Jongen, hier. Dan jullie zijn wel echt goed, man. Hey, zeg tegen jullie hebben zeker geen guns. Waar zijn jullie guns dan? Jullie zijn wel goed, man. Sla elkaar dan, hier. Het gaat echt goed. Het gaat echt top. Ja, ja stop eens met... Oh, 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 hey, oh, oh. Dit kan niet, hoor. Dit kan niet. Hier, stil die motor. Ik zet hem recht op. Ik zet hem even recht op. Niks aan de hand. Mag helemaal Nou, ik vond het toch best grappig. Wat is nou? Stop maar. Stop projectje. En wij hebben... Was dat Mees? Rot op, was dat Mees? Ga je nou dan als familie slaan, hé? Wat doe je nou? Stop maar. Ga je nou dan als familie slaan, stop maar, stop. Projectje. En wij hebben een baasmoeder. Projectje? Ja, een project. Kut ananas. Beneden, beneden. Ik zet je neer, meneer, oké? Ik zet je neer. Draai om. Nog hier, zo meneer, alsjeblieft. What's up, bitch? Oké, okay, dan heb ik ook iets. Als jij nou niet uitstapt, dan stop ik deze vinger. Oh, nee! Oh, keihard in zijn reet. Waar kwam dat van? Ik wil oprecht, en ik maak geen grap, ik wil even die Mace compilatie. Kut. Aerial, dat was hem. Aerial, wacht. Mace. Deze. Mees. Wacht, dit wil ik ook even laten zien. Roofing 2.0, de Purge. Ik ken de Piet hier zo helemaal niet. Oh, dat was zo funny. Dat was zo fucking funny. Even kijken, waar was dit? De Purge was echt goed. Oh, ik durf die muziek niet aan. Wacht, komt ie. Ah, oh, dit was zo leuk, joh. Die fucking Purge. Dat is oprecht een van de allerziekste... events die we ooit te proeven hebben gehad. Omdat het zo lang... het ging zo lang door, die fucking purge. Het was zo goed. Even kijken hoor. Hierzo ging ik ook proberen in te breken. Maar ik kende hier helemaal niemand nog. Ik kende Mees niet, ik kende... Piet niet, ik kende Jordi niet. En toen kwamen we elkaar tegen hier, daaronder. Dat was echt ziek om erbij te zijn. Al die mensen van Roofing die elkaar gewoon de tering in schoten. Was dat hier? Ja, hier. Dit was hem. Hier, dit ben ik. Kijk, Piet die komt hier zo naar binnen. En ik zit hier zo binnen. Ik had al de hele tijd die strip. Hier zijn die... Nee, wacht. Hier! Klomp op de grond! Waar hij thuis wordt! Ja, leuk, die Bobby al, leuk, bitch, leuk. Mijn hoort, Erik, wat de fuck? Lijf. Kut, kinderen. Ik wist niet wie Jordi was toen. Was echt... Maar laat mij jullie helpen dan! What the fuck? What the fuck? Nee, zo nog. Al die clippies zijn ook waarschijnlijk gewoon ik die naar mijn beeldscherm kreeg. Wat? Wel klaar. Hè? Voor wie doet je zo lijp? Hè? Want ik zie niemand in deze call, ja? Dus voor mij hoeft je al niet lijp te doen. Dus voor wie doet je lijp? Voor de fucking behaarde kat? Hè? Kiel, dat is een aap. Het boeit me niet. Oké, okay, ik ga je even wel. Is dat gespreksonderwerp? Nee, daar gaat het niet om. Dus, voor wie doet het lijp? Voor mij wel! Wat kut. Behaarde kat. Ah, van mijn schatten, man! Hé, hey, man! Gooi. Fuck, was dat Jody? Hé, hey, man! Gooi. Ja, Brun, dan ga je. Helemaal niet. Hey, ja, nah, fuck you! Hey! Deze is voor jou, Bram. Stop. Dit is echt heel goed, dit is echt heel goed. Kijk. Is dat metaal? Kijk. Deze is voor jou.
Familie. Nee! Nee. Is helemaal niet meer leuk. Cut skeleton! Ik heb die vliegenmapper, elektrische vliegenmapper. En ik hou hem zo tegen mijn hand en ik druk per ongeluk op die kutknop. Oeh! Hans wil je koulood gemiend. Wacht, dat is even wat de fuck. Oh. Oh. Hey, fire man! Het is mijn donatie binnengekomen, ik ga even checken. Wacht even. Oh ja, een eurotje. Hey Sander, bedankt voor het leuk zien. Ik zie dat je een beetje moe bent inmiddels. Dank voor het reageren op mijn Discord berichtje. Dat is super tof. Leuk om te horen. Dankjewel voor de euro. Super tof. Ja, kijk die compilatie van 3 maanden zo ook nog even. Even kijken hoor, gaan we weer. Je donors staan... Oh, dat is ook zo, hè. Mijn donors staan niet, inderdaad. Wacht, ik ga dat even fixen. Ik ga dat heel fixen. Copy. En dan... We hebben hem. Volgens mij doet hij het hier zo. Ik weet niet. Top donors zie ik niet, maar... Oh, top. Ja, het zal niet top zijn hoor, deze donors allemaal, maar... Gewoon hoe het er nu uitziet, maar ja, het is eventjes tijdelijk. Gewoon even chill. Is het geregeld? Scherm, ja. Oh, kut. Ik zal mijn hele... Oh nee, dat is top. Oké. Okay. Oh. Oh. Ja, echt, gat. Wat is dat met iedere keer fucking scheten laten? Dat is zo kut. Hey, fire man! In kudos. Afje. Wat goed, pik. Kill het. Ik ga... Ja, oké. Okay. Mees! Ik word boos van jou. Ja, dat kan ik echt begrijpen. Ik word ook een beetje boos van mezelf. Oh jee, schiet me dood. Wat de fuck was dat? Ja, laat maar hè. Laat maar. Ja, dat. Nee, ik ga weer dood! Ja. Oeh, dikke scheet. Hey, kom. Ja! Kill hem maar. Kutkip. Gewoon op met die handen. Pik, je moet scheten laten deze af. Porsche, zonder S. Mees! Nee, nee, Porsche. Kut, nee. What the fuck? Lief fucking shit. Ik loop met mijn trappen en ik laat een scheet, jongen. Stop eens over die fucking scheten. Wat is dat binnen de darkness? Stop. Stinkbert. Stop in, jongen. En de achteruit... Nee. Echt groot. Die hoor ik. Die was vies, hè? Ja, die was heel vies. Als je die in Mike had gelaten... Hé! Hey. Kip. Wat? Nee, maar dat is echt fucking... Mees, je bent gemute. Ik ben even met de AMW aan het kloten, oké? Mees. Ja. Mees. Ja. Ja. Ja! Vanavond René, leuk dat je er even was. Super tof.
Of super tof dat je er de hele tijd bij was. Wat fuck? Piet. Dankjewel. Posse. Goodbye. Ja, wat is er? Ja! Ja, wat is er? Ja! Ja, nou, ze zijn mentaal 5 en kinderen van 5 vinden scheten grappig. Ik verscheet ook grappig. Ik maak ook nog steeds een grap. Meiden laten geen scheten, maar... Ik verscheet humor vind ik grappig. Maar dit is echt extreem. Ja, wacht even aan mijn benen. Je zit oren te fluiten. Wacht even. Dat is een pufferfish, jou, hè? Je mag niks tegen pufferfish. Als die een wortel eet, dan eet hij een wortel. Ja? Maar ik ga voor safety cam. We got a number one victory royale. Dit is de originele. Nee, maar meneer, op dit, ik ben Boksta, ik ben APK gekeurd. Ik heb 24 dief op. Nee, Piet, het is niet erg, jongen. Het is niet erg. Ben jij nog bij de, bij de teamshop of niet? Nee, jongen. Camille, wil jij? Aan wie ga je de eerste kogel geven? Aan mij of de witte boys? Oh, tyfus! Is het vandaag Black Friday? Nee. Het is niet het is fucking dinsdag. Ik kan meestal even een rol hebben. Dat is niet waar. Wel? Oh ja, ik heb Minecraft al geklikt en jij hebt Bokwee aangeklikt. Bokwee. Bokwee! Bokwee! Wat? Altijd als ik door YouTube een beetje zit te scrollen en een beetje zie ik altijd van die Chinezen die een hut bouwen. Nee. Nee, je tiefste biel! Nee! Nee! Doe er niet. Ja, ja. Je moet hem helpen. Maat! Nee, is goed. Oh, hier was ik ook bij. Dit potje zat ik ook bij. Maat! Pols, is er nog vol? Die vraagt elke keer, Elwa, hoe kom ik bij een game? Ik zeg... Ja, wat hij bedoelt met Bok W is volgens mij. Volgens mij Call of Duty toch? Ja, Black Ops Cold War. Ja, ja. Dus Call of Duty bedoelt hij. Dat weet ik ook niet. Bok W bedoelt hij dus. Call of Duty. Fuck. Dat was Zwimpie. Voor 8 minuten terug. Hmm? Voor 8 minuten. Ik ga frikandelbroodje opwarmen. Mees weg. Mees heeft hem. Mees heeft rennen. Hem. Ja. Hier. Op je bak, kale bak. God. Gast. Moet je je gezicht zwaffelen, joh, homo. Goede roleplay. Hoe heet je Ik heb mis. Jij bent gedempt totdat ik in deze call kom. Jij undemp je en schreeuwt mijn hele horen eruit vast. Even niet te kijken, man. Ik heb nog liever een droom in mijn gezicht. Maar ja, ik heb die titel gezien, neef. Ik ben... Oh, ik heb een kipmilk in je hele hoofd. Ik heb even mijn zusje uitgescholden. Ik denk meestal als ik in mijn bed lig. Wat voor doms heb ik weer vandaag gedaan? Ik weet niet waar fucking organen in je lichaam zitten. Ik zit te eten en ik flikker van mijn fucking stoel. Ik log nu uit. Jij tyfus kent! Tyfus, mogol! Echt? Ja. Kut, mijn pizza, wacht even. ik heb die baas hebben gekregen. Ik word... Wat? Maat. What the fuck? Ik ga hem weer. Oh! Hé, hey, ik vlieg met mijn jeroen! Gozer! Nee! 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 Nee!
Ik zit op TikTok te kijken hoe twee jongens met elkaar lopen te zoenen. Judas. Nee. Ja man. Nou niet! Jezus. Ja, en ik ben van mijn motor afgereden om fucking kosten renner. Hoer jong. Nee, ik heb een plek houden! Oh nee, dat zou dat wel zijn. Oei. Nou, denk ik. Mijn cijfers op school zijn ongeveer 2, even 7. 7? Ik heb een pizza. Wat? Wow. Ik heb een pizza. Wat boeit mij dan nou weer? Ik heb de prutscreen. Rick in de auto en Loesoe. Qua kut en zo. Nee. ik ben zeg maar gay. Wat is? Sander is te slim voor Mees. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Mees echt op een zodanig hoog intellectueel niveau zit. Dat begrijpen wij niet. Ik denk dat niemand die zo dat begrijpt. Ga lekker slapen, Sander. Je bent fucking moe. Ik ben wel moe, maar daarom game ik nu ook niet. Ik zit gewoon een beetje te chillen. Een beetje te reageren, I guess. Wat? Wat? Dat, nu is mijn pen kapot. Wat? Huh? Wat? Mijn pen is kapot. Wat boeit mij dan nu weer? Gast, dat is echt... Ik heb weer een snitchpunt erbij hoor. Weet je, ik weet eigenlijk helemaal niks. Terlam op mijn kooi dum. Oh, wie is dit? Wat? Huh? Ik heb de auto gescoopt. 'S Ochtends word ik wakker van een wekker. Meeste zus is kapot lekker. Ja, hij is wel funny. Deze is wel echt goed. Hij is goed hoor, deze compilat. Wees gewoon 1000 IQ. Ja, 100%. 100%. Zo, dat is ook een leuke streamer. Jezus, hij is wel funny. Deze is wel echt goed. Hij is goed hoor, deze komt. Oh mijn god, dit is echt leuk. Wees gewoon 1000 IQ. Ja, 100%. 100%. Dit is echt een leuk streamer dit. Zo, dat is ook een leuk streamer. Jezus, hij is wel funny. Deze is wel echt goed. Hij is goed hoor, deze komt. Oh mijn god, dit is echt leuk. Gewoon 1000 IQ. Ja, 100%. 100%. Dit gaat gewoon de hele tijd zo door. Ik ga gewoon een infinite loop maken. Dit is echt een leuk streamer dit. Zo, dat is ook een leuk streamer. Jezus, hij is wel funny. Deze is wel echt goed. Hij is goed hoor, deze komt. Oh mijn god, dit is echt leuk. Gewoon 1000 IQ. Wat de fuck gebeurt hier, dude? What the fuck? Anders kan ik ook wel de chat lezen. Te veel delay, ja, dat is jammer. Beetje te veel delay, inderdaad. Ja. Zijn het iemand die walnut zei? Ik ken hem zelf niet, deze gozer. Ik weet niet precies. Ik vind zelf niks eigenlijk. Kijk, als je dit zo naast elkaar zet. Zet je hier zo'n pakje snader. Nee, snader. Alsjeblieft zeg gewoon snader. Hier zo kijkt. Als je dit zo naast elkaar zet. Dan merk je wel, zeg maar. Kwalitatief is deze natuurlijk wel wat hoger qua thumbnails. Ik weet niet, ik vind het niet zo heel tof. Als ik zelf ook een beetje zou moeten reviewen van jou, weet je. Even kijken, pak gewoon even een willekeurige video.
Ik ben niet eens gesubbed. Ik ben niet geïngelogd. Dus... het einde van een tijdperk. Auto. Auto is... ja, ik heb hem nu op private staan. Omdat ik anders bang ben dat ik gekke dingen tegenkom. Ik weet niet. Het zou kunnen. Ik weet niet. Nee, dat kan niet. Dat doe ik niet aan. Je bent weggeweest. Jordi leeft nog. We leven allemaal nog. Maar ik heb... nou, wat er hier zo dus is, is... ik ga slapen. Dankjewel Serena voor het modden en alles. Nee, ik moet wel even zeggen... als ik hier zo kijk... naar deze video... ik ga even een beetje kritiek... even, gewoon een beetje... een beetje... feedback geven, aangezien ik natuurlijk best wel zelf een hoge status heb als YouTuber. Ik heb best wel... een mooi aantal abonnees. En ik denk dat ik wel in de positie ben om kritiek te geven over anderen. Wat je hier zo merkt, kijk, zet hem aan, dan hoor je het gelijk. Jordi's kant en iedereen is eigenlijk tegen Jordi gekeerd. Ook de Nuestra-familie, dus we zijn eigenlijk gewoon nog maar met z'n tweeën. Kijk, hier zoomt hij dus in. En hij zoomt hier zo dus in, maar dan zie je zijn facecam niet meer. Dat is dus heel onprofessioneel. Volgens mij, we hebben letterlijk bijna niemand meer die ons helpt. Het is een beetje verdrietig. Oh, kut. Maakt René dit allemaal? Kut, met Max vind ik het grappig om te beledigen. René doet gewoon topper. Kut. Wie edit dit? Wie edit deze video's? Ik ga niet door totdat ik weet wie deze video's edit. René maakte thumbnails. Oh, oké. Okay. Je geeft nu kritiek op iemand die 110.000 abonnees heeft. Mensen. Ik maak een grapje. Oh, hij edit ze zelf. Oké, okay, over de edits kunnen we dus wel even babbelen. Ik ben hier sarcastisch trouwens, voordat iedereen gelijk boos wordt. Ik bedoel, ik vind het echt vreselijk. Jij bent zo dom. Dankjewel, Delano. Dit is ook een beetje ja, slecht. Zwart op wit zou ik zelf nooit zo doen. Ik zou zelf altijd geel op rood doen. Dat is iets beter. Yo, jongens. Hey. Wat je hier dus merkt is dat de muziek veel lager, heel laag volume is. Dus wat je hier zo moet doen is de muziek moet je keihard zetten. En dan zelf moet je er gewoon praten, zeg maar. Dus dat het een beetje ear rape is. Nou goed, jongens. Piet gesproken, nou ja, die had het een en ander klaarstaan voor je. Maar goed, dat heb je van de baan. Trouwvideo? Ja, ik heb hem niet gezien. Dat is wel een beetje... oh, kut. Dat is mijn eigen kanaal. Ook eens kijken voor de funny. Voor de funny. Hallo, welkom bij weer een nieuwe... Ik vind die opening en shit, vind ik altijd echt heel funny. Het is altijd zo random. Hallo, welkom bij weer een nieuwe video. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Yeah, Roeveen. En vandaag gaan wij, weet ik veel wat doen. We gaan wat leuks doen, jongens. Ik heb wat leuks. Wacht, trouwens, helm op kinderen en niet kinderen. Draag helm tijdens scooterrijden. Ook al rij je op een motor. Hey, leuk dat jullie er allemaal zijn. Oké, als je deze hele video wil zien, moet je eventjes zelf even naar zijn kanaaltje gaan. Even ongeveer de helft, inderdaad. Sokken. Iedereen die zelf schoenen. Dat is zo mooi. En Marcus. Ja. Wat vind je trouwens van mijn fiets die ik hier heb geparkeerd? Je fiets? Oh! Wat mooi. Ik had dit eigenlijk al verwacht dat ik hierheen ging, maar ook weer niet. Hoe lang staan we hier ook al? Fucking lang. Ik weet het niet. Waar zijn we? Welk danskist? Het gaat goed, Wouter. Ja. Ik voel me al helemaal verbroederd hier al. Hoi, daar gaan we, jongens. Ja, ja, boys. Ja, daar gaan we. Ja, ja. Meer op de tafel. Wat hij moet doen! Die schrik ik wel even van. Don't you know, pump it up. Oh, jongen, Max! Ja, deze is leuk. Waarom doen we dit eigenlijk gewoon veel te vaak?
Nee, Max, nee, Max, nee! Politie! Rennen, kom deze kant op! Politie, jongens! Er is politie! Er is oprecht politie! Rennen, jongens! Deze kant, kom! Rennen, rennen, rennen! Rennen, boys! Voor de politie? Ja, rennen! Oh, dit werkt! Deze kant, deze kant! Kom, kom, jongens, rennen, jongens! Deze kant, deze kant! Deze kant, deze kant, deze kant! Go, 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 go! Oeh! Wow! Hey, plak het! Hey, hou leg! Bij Franklin's villa daar is een nieuwe poolparty aan de gang. We komen erheen. Poolparty! We gaan op de poolparty enteren met stijl. Onderweg! Hey! 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 Oh mijn god! S, S, snel! S, snel! Shift en S! Snel! Shift en S! Shift en S! Shift! Het is te laat! Het is te laat! Ik doe even René helpen. Ze weet niet hoe ze moet zwemmen, ze heeft nooit een diploma gehad. Gaat het? Ik heb hier wel fout. Ja, ze weet niet hoe ze moet zwemmen. Ze weet niet hoe ze moet zwemmen. Shift en S, shift en S, snel! En nu eruit, goed zo! Ging ze dood? Jezus, dat duurde even voor mijn brein. Oh, hier ligt ze. Wat kut. Ik heb hier wel fout. Ja, ze weet niet hoe ze moet zwemmen. Ze weet niet hoe ze... Oké, nou, weet je wat, Remco? Als je de hele tijd zo vervelend doet, dan ga ik je gewoon gelijk verbergen. Zoek het dan maar uit. Dag. Moet zwemmen. Shift en S, shift en S, snel. En nu eruit. Goed zo. Mooi gedaan. Oh, ik hoor jullie niet. Komt er zo meteen, jongens, op de maat. Basketball. Is er weer politie? We hebben gewoon een party. We hebben gewoon een party. Hoezo is er nou politie hier? Maar dan, ik heb ook nog een nummer hey van... Hey joh! Wie is dat? Die vat even in! Rick, wil je dat? Mokkeltje! Mokkeltje! Fucking Martijn, jongen. Dat is voor jou! Hey, even je handen omhoog doen, meneer. Kleren uit! Hoezo? Daarom. Hij heeft hem uitgezet. Dat vind ik nou wel jammer, dat je mij uit hebt gezet. Er mag even de zwembad uitkomen. Pretbedervers! Wij krijgen twee meldingen. Niemand. Geluidsoverlast, dat is nummer 1. Hoezo geluidsoverlast? Ze zijn letterlijk... De eerste volgende huis is een kilometer verderop, joh. Wat? Daarnaast wat? Zijn jullie hier op het huis van Gerard. En hij heeft hier geen toestemming voor gegeven. Yes. Wat jammer. Ja, rennen, springen. Wacht, ik moet mijn mokkeltje mee, mijn mokkeltje. Hé, hey, mokkeltje, kom hier. We ontsnappen. Ja, kom. Springen. Rennen. Van plakken, staan blijven. Van plakken, staan blijven. Hoezo? Ah, hoezo ik? Nee. Van plakkers, staan blijven. Au, 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 aan mijn hoofd! Staan blijven? Nee! Au! Nee! Au! Hij staat hier niet eens ingeschreven, meneer. Hé, hey, ik ben trouwens Gerard, ik ben altijd welkom bij Gerard, hè. Wat gaan we nou doen? Waarom ben ik nou weer aangehouden? Of meegenomen? Heb jij nou mij meegenomen? Horen zeggen dat je aangehouden bent? Nee, maar ik word wel meegenomen. Ik heb je alleen even beet gehouden, omdat je niet naar me luistert. Ja, dat klopt. Ik ga je nu loslaten op een... Ik weet dat je meekijkt. Zo'n vervelende wijsneus. Ja, dat klopt. Even beet. Dat is ook iets wat je aan zou zeggen. Gehouden, omdat je niet naar me luistert. Ja, dat klopt. Ik ga je nu loslaten op het moment dat je vlucht, heb je een probleem. Ja. Ja. We kunnen met z'n allen weer terug, boys. Wouter gaat nu weer weg. Nee! Yes, laten we Gerard, ik ben je even vast. Goed dat we weer komen. Oké, ja. Prima. Hij vindt het goed, hij vindt het nu oprecht goed. I want you in my room. Let's spend the night together. Wat doe jij nou weer, Gerard? Gerard gaat het. Ja, ik ben even aan het kijken. Jurre, alsjeblieft stop. Alsjeblieft stop. Met de hele tijd de vraag of ik je funny moments ga kijken. Ik ga even geen... Ik kijk gewoon even waar ik zin in heb. Ik ga later even uitzoeken wat ik precies allemaal mag kijken op YouTube en wat niet. Waarschijnlijk mag ik echt niks kijken, want alles wordt geclaimd en gestrikt en alles. Maar, Ik ben mijn mokkeltje gaan trouwen hierin. In de stad wil ik wel baby olieboys inhuren. Ja. De trouwerij. Wanneer ga je dat nou ten huwelijk vragen? Dat moet ik nog doen. Dat ga ik plannen. Ja, ik mag morgen 200 tijdens de stream van een hele bekende streamer.
Mag ik dan als DJ spelen met nummers die jij goedkeurt? Ja, met goedgekeurde nummers mag jij op betrouwerij. Ja, jongen, dat zou best wel leuk zijn. Jongen, dat gaat de grootste trouwerij ooit worden. Dat moeten we echt al doen. Ja, wacht, ik ga... Wacht, ik ga het regelen. Oh, we gaan het zien. Wacht, wacht, oh. Ik ga het goed regelen. Kom allemaal even in een lijntje staan waar ik tussendoor kan lopen. Dat jullie even allemaal... ja, een soort tunnel. Thanks. Een soort tunnel. Ja, en dan blijf jij... Jij blijft hier staan. Dit heb ik gezien, dit. Heel klein, dit kleine stukje. Reageren op content mogen ze niet claimen, ja? Weet niet. Ik ga daar even een keertje achter. Onder de trap. Ja. Onder de trap. René. We zijn nu al bijna 3 jaar samen. Ja. We kennen elkaar pas 1 dag in Heerenveen eigenlijk. Maar wil jij... Ben ik 2. Wil je met me trouwen, René? Had je geen romantische momenten kunnen uitkiezen? Wil je alsjeblieft met me trouwen, René? Mooie rode rozen. Maximums reageren, dat wilde ik toen de tijd doen, maar dan wordt deze hele video geclaimd. En ik weet niet, ik ga er nog even een keertje achteraan. Oh, alsjeblieft, ik smeek het je. Ik ben hier met Baby Holy Boys. Prima, ik vind kijk, het goed. Kijk, Max. Ja, ze zijn hier! Wanneer vragen ze aan de feest? Jee, gefeliciteerd, Marcus! Dankjewel, jongens! Marcus, dus je hebt vandaag dat huwelijk gedaan. Als iemand een huwelijk vraagt en diegene zegt: ja, oké, dan is het goed. Volmondig, ja. Mag ik ook je nummer trouwens voordat we gaan trouwen? Ja. Dankjewel, Mees. Jij hebt mijn nummer al. Ik verwacht allemaal een huwelijkscadeau. Ik heb 3000 euro voor Mees gekregen. Ja, ja, verband van mij. Voor de trouwerij, jongens. Huwelijksnacht, boys! Speciaal voor jullie, jongens. Dankjewel, jongens. Jongens, ik wil eigenlijk al cirkel om het huwelijksbed. Wacht, ik heb een truc gehaald. Rini. Au! Ja. Hoor jullie mij überhaupt nog? Auw! Dit is de huwelijksnacht, jongens. Oh mijn god, jezus. Ik heb nu ook pas door. Dus... Hey. Oké, jongens. Binnenkort trouwerij. Jullie zijn allemaal uitgenodigd als Baby Oli Boys. Nee, er komt een bruiloft aan, jongens. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Ja. Er gaan meer mensen aankomen. Dit wordt de grootste bruiloft die jullie ooit hebben gezien. Hey, anders maak je ook gewoon kinderen in mijn bed, joh, als je dat wil. Het spijt me. Jij bent echt niet romantisch, hè? Hoe leuk is dit? Jij bent echt stom. Ze is voor de haaien gegooid. Had ik maar nee gezegd. Hoezo dat nou? Hoezo die spijt nou weer? Stap achterop. Ja, is goed. Nee, niet jij. Oh. Ja, je Rini. Zei het zo lief. Rini, we gaan gewoon trouwen. Ja, lekker mooi romantisch ook geregeld. Kom op, hoe leuk was dit met de boys? Ik ben echt verschrikkelijk, weet je dat? Hoezo? Nou, wat denk je? Hoezo ben ik verschrikkelijk? Ik heb je ten huwelijk gevraagd. Ja, een mooi romantisch moment ook. Ja, met de boys in onderbroek, Baby Holy Boys, beter moment kan ik niet pakken. Maar we gaan trouwen. Weet je hoe, dit gaat echt de grootste bruiloft in Roeveen ooit worden. Ik ga ervoor zorgen. Hopelijk geen meme. Nou, ik ga het wel zien, hè. Ik hoef alleen maar een handtekening te zetten. Zo. Zo, kopstoot. Bedankt, hè. Auw! Sorry. Oké. Okay. Waakje zegt, Sander en Edik hebben een conflict. Ik wil jou als persoon niet als trouw te zijn, want Willem. En jou als ringdrager. Wat dacht je ervan? Als je gewoon als speciale bruiloft 2 mensen hebt die je trouwt. Ja, die heb ik zo nog wel nodig, hè. Oké, top. Dat je 2 mensen hebt die je trouwt. Ik denk echt dat dat grappig is. Maar ik zie Willem, zie ik wel iemand sneller trouwen dan Jan. Als ik heel eerlijk ben. Het is een hele eer natuurlijk. Wat we tot slot nog even gaan doen. Hoe word je een goede roleplayer? Waarom heb ik het al opgezocht? Wat we doen, we gaan even naar mijn Discord. Snolder. Even in fanart. Die is oprecht wel leuk. Als je zo doorgaat, dan weet ik zeker dat het alleen maar beter wordt. Dankjewel voor de fanart.
Oeh, jemig. Ja, ik durf die filmpjes durf ik eigenlijk niet te kijken. Maar wel heel lief van al die compilatievideootjes en alles. Ik durf hem niet te kijken door muziek en zo, maar... Dit vind ik zo cursed. Dit zijn echt van die fucking cursed filmpjes. Wat is dit? Dankjewel, Jordan. Echt super tof. Dankjewel. Dan ben ik of niet bang zijn met muziek. Nee, klopt. Maar... YouTube kan je daar wel voor kloten. YouTube kan daar heel veel in. Eerlijk, Eline. Deze fanarts die je maakt, ze zijn echt heel tof. Ze zijn echt heel tof. Dit is Jan. Een soort Funko Pop versie van Jan. Echt heel tof. Wat is Roeven met dat rooi? Dit is de stafserver van Roeven. Ik weet trouwens niet hoe deze dingen werken, ja. 2 seconds later. Laat even... Oh, mijn god. Deze is ook ziek. Deze is zo leuk. Echt dikke shout-out naar Eline. Echt heel tof. Even kijken hoor. Ja, dit is nog mijn fanart hier allemaal. Echt heel tof. Deze is ook echt heel tof. Volgens mij van Aegis deze. Deze is trouwens ook leuk. Zijn ook allemaal leuke. Iemand heeft een Riddler auto ook hier gemaakt. Ja, inderdaad. Ja. Mensen, ik wil jullie oprecht allemaal stuk voor stuk bedanken voor het kijken. Het is echt insane. We hebben gewoon 600 stabiele kijkertjes. Oh, Dylan, nee. Yo. Er zijn nieuwe. Ja? Wacht, ga ik heel veel checken hoor. Ik ben heel bang nu dat... Jullie zijn echt vreselijk. Dank je. Even kijken hoor. Oké, wacht. Wacht. We gaan nog niet. Er is nog één ding wat ik met jullie ga delen. Het is zo vreselijk. Loretto, je bent echt een hond. Jan. Ik ga jullie iets laten zien. Ik moet het er heel veel bij pakken. En hier gaan jullie echt heel hard om lachen. Dit is echt... Even kijken hoor. Is het... Oké, ja, top. Even kijken. Clippies, nee, dit is hem, oh ja, hier. Ik heb ze toch al opgeslagen. Kut, ik mag er hopen van wel. Volgens mij wel. Het is video's die ik wil bewaren, zoiets. Wiskunde. Dit zijn mijn vakantiefoto's. Dit wordt een soort easter eggje. Oh ja, dit was dit. Klopt.
clippies zijn dit? Waar is... Ach, kut, waar is die nou? Ik heette toen dat hij inderdaad Sanderp. Verdomme, ik... video's die ik wil... Ja! Oké, ik heb iets gevonden. Bestandslocatie. Oh, hier. Oh, hier zijn ze allemaal. Oké. Oké. Oh, ik ben er... Ah, kut. Dat moet eigenlijk niet. Oké, ik ben het aan het regelen. Komt-ie. Oké, dit is echt heel dom. Wanneer 24 uur stream van Lorenzo? Nou net. Ik ga een oude video van mijzelf laten zien. Dat is van het... Hoe lang doe je YouTube? Toen ik 9 was, toen heb ik mijn eerste video gemaakt. Toen heb ik iedere keer heel veel breaks en alles. What the fuck? Oké, Dennis. Dat is een beetje een onnodige opmerking, the fuck. Hij is bijna klaar. Dit is wel echt het laatste trouwens, zomaar. Oh, dit is ook geëdit en wel. Oh, dit was zo cringe. Oh, nee. Oh, dit is echt heel kut. Wat doe ik mezelf aan? Oké, komt-ie. Hier zit ik. En dit is nog een redelijk recente video. Ik denk dat ik hier zo 17 was. Zoiets. Misschien 18 al, het zou best wel kunnen. Het is niet heel lang geleden deze. Een van mijn jeugd. Deze game... Wat klink ik ook moe, joh. Waarom klink ik zo fucking moe? Kijk, dit is al een stukje beter. Oké. Oké, ik ga meest definitief in deze game voor een 100% completion. Jezus, ik klink moe. Dit is niet eens grappig. Omdat ik dit soort games gewoon absoluut briljant vind. Dus we gaan waarschijnlijk nog wel terugkomen bij dit level. Want ja, we kunnen nu gewoon nog niet alles hebben om... alles 100% te completen. Oh, je hoort ook die ruis. Het is nu nog steeds kut content, maar... Nu kijken mensen. Ik weet het ook niet. Ik ga nog wel even zoeken naar andere leuke oude video's. Echt leuke, zeg maar. Mensen, ik hou echt heel veel van jullie. Jullie zijn allemaal echt geweldig. Dank jullie wel voor de support, de dono's, de subs. We hebben de 9000 subs bereikt deze stream. Jemig, 9100 subs. Doe normaal, man. Dit is echt niet normaal, man. 1500, jezus. Ik ga... meer dingen laten zien van vroeger. Meer video's. Echt heel grappig. Ze zijn echt heel grappige dingetjes.
Walnut, je bent zo lief. Je bent zo lief. Jullie zijn allemaal toppertjes. Wees even lief voor jezelf deze week. Wie weet doe ik weer een livestreampje binnenkort. Mijn hond heeft op mijn bed gepist, dus dat moet ik even nog bekijken. Kom maar goed. En dat was het, denk ik. Vaarwel. Nee, tot ziens, mensen. Ik... Drie taarten? Wat is daarmee? Alsjeblieft, Dennis. Ik spreek jullie. Tot...